مدلہ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منصور خدا ہوتا ہے. Dames en luisteraars, van harte goedenavond en welkom tot deze woensdagsaflevering van gisteren, vandaag en morgen. Rashid Bierkans, Kala Jorkal. Dit is de aflevering voor woensdag 28 oktober 2020. Kala Jorkal wordt vandaag live uitgezonden vanuit Paramaribo, Suriname en is nu te beluisteren via de RBN radiofrequentie RP The Hot One 89.7 FM. Deze uitzending is ook live te zien via YouTube. Daarvoor gaat u naar de YouTube source Islat in RBN Suriname. Vandaag is deze uitzending wederom te zien via onze Facebook kanaal van Alpha Televisie. U gaat naar Alpha Channel Suriname, dan ziet u deze uitzending online. Voor de online radio, daarvoor gaat u naar de website van Dagblad Suriname en u slaat daarvoor dbsuriname.com. En in mijn eigen land, ons eigen land, is Rashid Bierkans Kel Ajorkel te zien via Alpha Televisie kanaal 5.2. Mijn naam is Farid Bierkan. Ik zeg tegen jullie allemaal assalamu alaikum. En ik presenteer u vandaag Rashid Bierkans Kel Ajorkel. Laten we alle mensen condoleren die een dierbare hebben verloren. En ik wil jullie allemaal veel sterkte toewensen in deze moeilijke en droevige dagen voor u. De mensen die ziek zijn, wens ik van harte beterschap toe en de felicitaties in de richting uiteraard voor alle mensen die er vandaag jarig zijn. Vandaag willen we vandaag niet iemand in het bijzonder feliciteren, maar we willen even memoreren dat zou hij vandaag in leven zijn, dan zou vandaag op woensdag 28 oktober Gerald Wierklauw van de toneelgroep Asago zou vandaag jarig zijn. Hij zou vandaag 51 jaar worden. Zoals bij u bekend is hij zaterdag jongstleden plotseling te komen overleden. De familie en nabestaanden en de hele Surinaamse gemeenschap wordt nog bij deze gecondoleerd. En nu de mensen die er vandaag jarig zijn. Anne Hermelijn is er vandaag jarig, die wensen we een mooie avond. En Harold Gessel is vandaag ook jarig. Ik wens Harold een heel plezierige avond toe op deze woensdag. Ik heb er een hele poos met Harold mogen werken, of hij heeft met mij mogen werken in de begin jaren 80. En op een gegeven moment ging hij naar Nederland en kwam daarna terug. We hebben een hele leuke, goede tijd hier gehad. Harold en ik bij RP The Hot One. Samen met Corine Leisner, samen met Gerard Inge, met Chatice Ramdan Misir en nog vele andere mensen zoals Ishvahani Nakissersing, Lucien Dubois, Ferdi Beck en nog een heleboel anderen. Wij waren toen de boys en de girls van The Hot One toentertijd. En Harold was een van de trekkers uit deze team. Hij is vandaag jarig, Harold. Mooie avond. En ja, blijf het goed doen, hè? Zoals altijd. Faisal Liaket is vandaag ook jarig. En Simone Spong is er vandaag ook jarig. We feliciteren ook Sandia Dubar en Anoushka Paraag. Voor morgen, donderdag 29 oktober, mogen de volgende mensen hun jaardag voorbereiden. Deborah Liao, Ragini Ganesh, Raya Chon, Lalita Pusetiko en verder nog Bharti Ramsahai Ramsaran. Voor vrijdag 20 oktober voorbereiden Ashwin Chitani, Rudolf Sukai, Armand Nabibaks, Molana noem ik hem als een bijnaam, dat is Mantje van Garage de Parel en Ilse Ismail. Niet te vergeten, Erik van Ravenswaai zijn de mensen die zich mogen voorbereiden voor vrijdag 20 oktober. Mocht u uw naam niet hebben gehoord, wens ik u allemaal ook een mooie avond toe. En voor de komende dagen voor zij die jarig zijn, een goede voorbereiding naar jullie jaardag toe. We weten allemaal dat we onze jaardagen niet meer kunnen vieren zoals gebruik. Vanwege de nieuwe manier van leven, de andere manier van leven vanwege COVID, zouden mensen die hoogwaarschijnlijk van plan waren op een normale situatie hun jaardag uitbundig te vieren. Dat gaat jammer genoeg niet lukken, want men moet rekening houden met de COVID-protocollen in Suriname. Dus ik hoop dat de mensen op hun eigen manier rekening houden met de protocollen, toch nog een leuke dag hebben. Dit is Kala Jorkel, de internationale olieprijzen voor u. Een vat noteert $39.00. Die olieprijs gaat er de komende
10 jaren niet goed doen. Dat heb ik niet gezegd, dat zeggen olie-experts. Zeggen dat die olieprijs niet substantieel meer omhoog gaat. De olieprijs had een keer $110 voor een vat bereikt. $110. Het is ook af een paar maanden geleden ook ver gekelderd. Toen ging men tot op een niveau van $20 tot $22. Men verwacht niet dat het goed zal doen. Een van de primaire redenen is dat er een overschot is aan olie op de wereldmarkt. Dat is één. Een andere oorzaak is dat de wereldeconomie tot stilstand is gekomen door COVID-19. En mocht toch ooit die wereldeconomie weer op gang komen, gaat het ook een paar jaar duren voordat die engine weer compleet weer begint te starten. Dus het ligt niet in de lijn der verwachting dat men ooit weer op kort tijdbestek die goede olieprijzen kan gaan verwachten. Wat goud aangaat, noteert een troy ounce $1876.90. Dit is Kul aan Jorkul. We doen het live vanuit Paramaribo. Laat me vandaag ook feliciteren. Amrita Baiju. Ze is niet jarig vandaag, maar ik moet haar van harte feliciteren. Ze is vandaag beëdigd tot notaris, volwaardig notaris. Al die tijd was ze kandidaat-notaris. Ik feliciteer Amrita bij deze en wens haar heel, heel veel succes toe. En dan moet ik ook tegelijk feliciteren Marguerite Wilma Apinsa. Zij is geen notaris, maar ze is beëdigd tot kandidaat-notaris. Dat is ook heel belangrijk. Dus ze gaat een postkandidaat notaris blijven. En mogelijk op een advocatenkantoor. En na een aantal jaren zullen we ook het mooie nieuws vernemen dat ze beëdigd zal worden tot volwaardig notaris. We feliciteren ook haar van harte. We gaan voor u vandaag ook direct de telefoonlijnen opengooien. We gaan babbelen. U mag praten over alles wat u wil. U kent de spelregels. U blijft beleefd, u blijft netjes, u beledigt geen mensen, u bespreekt geen personen persoonlijk, want daar hebben we geen boodschap aan. We willen graag aan het eind van deze uitzending tegen elkaar kunnen zeggen van hey, we hebben vandaag weer iets gehoord dat ik niet heb geweten, of we hebben vandaag weer iets geleerd van elkaar. Dit is Kul aan Jorkul, de lijnen liggen open voor u, het is 532037. De Centrale Bank van Suriname heeft de vergunningen van 2 cambio's opgeschort en het gaat om de volgende cambio's. City Change NV en International Money Exchange, de vergunningen van deze 2 cambio's zijn door de Centrale Bank voor 30 dagen opgeschort. De precieze reden van de opschorting is vooralsnog niet bekend, maar dat zal de Centrale Bank moeten melden waarom die vergunningen zijn opgeschort. Ze zijn weliswaar niet ingetrokken, maar het is opgeschort. Laten we naar COVID-nieuws gaan. Ons leven is een onderdeel van COVID geworden, of we nou willen of niet. We leven allemaal anders. En dat gaat nog een hele poos, jammer genoeg, zo duren, tot wij ooit een vaccin voor hebben gevonden, waarvan we kunnen zeggen dat we na een aantal jaren mogelijk weer naar onze oude situatie kunnen. Mogelijk. Want we weten niet precies wanneer dat momentum gaat komen. Maar laten we terug eerst even vallen naar het land Nederland. In Nederland zijn de reisorganisaties heel erg woest, omdat de reisbrancheorganisatie NVR heeft een negatief reisadvies gegeven gedurende de kerstvakantie. Men heeft burgers geadviseerd om niet op reis te gaan. En dat komt natuurlijk de reisbranche niet goed uit. Want de reisbranche in Nederland is de mening toegedaan dat juist sommige landen langzaam maar zeker hun grenzen beginnen open te gooien om mensen toe te laten. En met zo'n negatief reisadvies, dan gaan de burgers geen boekingen doen, zowel vliegtuigboekingen als toeristische locatiesboekingen, etc. en hotels. Dus ze zijn woest daarover. Intussen is het in ons eigen land ook bekend, en dat is goed nieuws, dat de SLM weer gaat vliegen. De SLM vliegt al een poos wel op Amsterdam met een geleased vliegtuig, een gehuurde vliegtuig van een Belgische luchtvaartmaatschappij. Dat doen ze 1 of 2 keer per week. Dat verhaal kennen we wel. Ze vliegen niet met een eigen kist. Ze vliegen ook niet met die leasekist die nog steeds aan de grond zit, die Boeing die ze hebben gehuurd, die nooit de lucht in ze gaan. Maar die met Atlantische route doen ze op hun eigen manier. Maar het goed nieuws bij deze is wel dat ze per 31 oktober de route naar Miami zullen gaan onderhouden. Ze zeggen dat ze zullen vliegen van Georgetown naar Miami. Wat heel onduidelijk is in dat bericht van hun, of ze gaan vliegen vanuit Paramaribo, Georgetown, Miami. Want ze praten van Georgetown, Miami. Met andere woorden, als ik dit bericht begrijp, dan gaan ze met een lege kist naar Georgetown. En dan van Georgetown gaan ze naar Miami. Als ik het zo hoor.
Dus het is een beetje onduidelijk of ze hun vertrekpunt Paramaribo is, Sandrij. Zou dat ook zo zijn, dan zouden mogelijk ook Surinaamse passagiers, zover die naar Miami wensen, mee kunnen vliegen. Maar vooralsnog zeggen ze Georgetown, Miami, we hopen dat er wat verduidelijking in komt. Maar belangrijk is, die boys gaan weer vliegen. En dat is goed. Want vliegtuigen die moeten in de lucht zijn, die vliegtuigen moeten niet op de grond zijn. Maar de reden waarom ze niet kunnen vliegen is bekend, vanwege het feit dat luchtruimen van diverse landen gesloten zijn of al dan niet beperkt zijn, ja, dan kunnen ze hun reguliere vliegoperaties niet doen. Dus dit is wel goed nieuws voor de Surinaamse luchtvaartmaatschappij, voornamelijk voor de piloten, voor grondpersoneel, ook voor de stewardessen die eigenlijk zeggen van, hey, ik kan weer vliegen, want hoogwaarschijnlijk na zoveel jaren van vliegen zullen ze zeggen, ik baal van vliegen, maar nu kunnen ze hoogwaarschijnlijk zeggen, ik heb het gemist, ik heb het heel erg gemist, ik ga weer de lucht in en ik ga weer mijn werk naar behoren doen zoals ze dat altijd hebben gedaan. Dus dat is heel goed nieuws, 31 oktober, Georgetown, Miami. Dit is Rashid Pirkan, Skull A, Jorkel. Wat COVID-informatie? Het is bekend. Dat ding gaat voorlopig niet weg. De regels zijn bekend. Wij als land, Suriname, mogen ons heel trots voelen dat we het heel goed doen. En daarvoor moeten we ons allemaal complimenteren. Wij allemaal moeten onszelf complimenteren. We moeten het ook goed houden. Want op de internationale lijst doen wij het vrij goed wat het beheersen van COVID-19 aangaat. Dus de regering doet ook haar goed werk. Die moeten we dan ook bij deze complimenteren. Maar bovenal moeten we onszelf complimenteren dat we langzaam maar zeker gezamenlijk hebben geleerd en nog steeds blijven leren dat het om ons allemaal gaat en vandaar dat we het niet slecht doen. Dus laten we het nou even niet gaan verknallen. Ons leven is anders, ons leven gaat niet veranderen. We passen ons leven aan, we hebben het al min of meer aangepast naar omstandigheden. Dus laten we dat vooralsnog zo houden. Dan kunnen we onze werkzaamheden weliswaar aangepast toch nog blijven doen. Ik heb de cijfers van gisteravond voor u, wat COVID-19 aangaat van ons eigen land. Dat is niet van vandaag, dat zijn de cijfers van gisteravond. Het aantal positief geteste personen bedraagt gisteren, bedraagt dinsdag 7. Nogmaals, ik herhaal, het aantal positief geteste personen bedraagt dinsdag 7. Al dus de gisteravond bijgewerkte COVID-19 website. Er zijn dinsdag 165 testen uitgevoerd. 2 personen zijn genezen verklaard. Maar er is helaas ook weer een patiënt gisteren overleden. We condoleren bij deze de nabestaanden. En veel sterkte toe. Het totaal aantal actieve gevallen bedraagt 37.296. Personen niet positief getest bevinden zich nu in quarantaine. Op de intensive care unit bedraagt het aantal patiënten 4. En 19 personen worden buiten de intensive care verpleegd in ziekenhuizen. 23 positief geteste personen bevinden zich nog steeds in isolatie. Het totaal aantal positieve besmettingen sinds de aanvang van de COVID-pandemie bedraagt 5.187. De cijfers zijn natuurlijk, we schrikken allemaal een beetje van die cijfers, maar als we overal kijken van waar we zijn begonnen en waar we nu zijn, we willen het uiteraard op nul hebben, maar we doen het niet slecht. Dus we doen het goed. Laten we ons aan die regels houden. Allemaal, we doen het goed. Vooral de mensen die in de bussen getransporteerd worden, in de bussen, dat de bushouders hebben een belangrijke verantwoordelijke taak om erop toe te zien dat ze die COVID-busprotocollen naleven. En ook op scholen. De scholen zijn open, beperkt. Maar die levens heeft de scholen opengegooid met speciale regels. De scholen zijn niet meer open als voorheen, maar met op speciale dagen, speciale klassen, speciale lesuren. Laten we het goed doen. We gaan proberen het beter te doen, uiteraard. En dat kan alleen lukken als we ons strikt eraan houden. Het is een kwestie van dat we moeten leren wennen aan het systeem. Het lukt soms, maar soms lukt het ook weer even niet. Het is begrijpelijk dat we het allemaal 100% waterdicht willen hebben. Dat zouden we allemaal graag willen. Maar als we binnen die kleine error margin kunnen blijven, en al halen we die 100 niet, wat onze wens is, maar als we die kleine error margin binnen kunnen blijven, dan gaan we het vrij goed doen. We moeten weten dat belangrijk voor ons momenteel als mens, dat is mijn mening, dat we in ons land een economische crisis hebben, een ramp. We hebben een economische ramp, ik noem het geen crisis, het is een ramp.
En die ramp merkt u elke dag. Ik hoef u daarover niet te vertellen. Daarvoor gaat u mij straks meer over vertellen. Maar wij moeten niet die economische ramp overleven. We moeten die COVID overleven. En dat doen we vrij goed. En waarom ik zeg dat we COVID moeten overleven, dat we geen uitbarstingen krijgen. Gelukkig hebben we het niet, omdat we gedisciplineerd worden, of zijn, langzaam maar zeker. Dat we geen COVID-explosie en uitbarsting krijgen, zoals landen als Amerika, landen als Brazilië, India en Rusland. Want dan gaan wij niet ongelukkig worden door de economische crisis. We gaan ongelukkiger worden en sterven door COVID-19. Dus het is belangrijk dat soms in het leven we keuze moeten maken. We kunnen niet alles krijgen, we willen wel alles hebben, maar nu als je het op een weegschaal zou zetten, waar overleef ik momenteel het best van? Van de economische crisis en de economische ramp, wat er gebeurt is, ons levensgeluk wordt ons ontnomen. We leven onder stress, we leven onder drukking, verdrukking, we kennen allemaal dat verhaal, maar we gaan niet sterven ervan. We gaan niet sterven ervan. We gaan het slechter hebben hoogwaarschijnlijk. Bedrijven gaan failliet. Personeelsleden gaan werkloos worden hoogwaarschijnlijk. Als het zo doorgaat, als er geen oplossing komt. Maar we gaan niet sterven ervan. We gaan een minimale range van overleving altijd blijven behouden. Waarvan we wel gaan sterven, is als we ons niet houden aan die COVID-regels. Dus die uitdaging ligt bij ons allemaal. En de priority one altijd, in het maken van een keuze, dat is mijn priority. We must survive COVID-19. We must survive COVID-19. Dit is Kal Ajorkal. We doen het live. Fijn dat u erbij bent en fijn dat u ook luistert. Wat internationaal COVID aangaat, u ziet zelf wat er in zelf landen gebeurt. Die beschikken over alle middelen, goede instituten, goede medische voorziening, geen geldtekort. Geen geldtekort, maar ondanks het feit dat ze dat alles hebben, kunnen ze COVID niet controleren. En waarom kunnen ze dat niet controleren? Is niet omdat ze de middelen er niet voor hebben. Is niet omdat ze die infrastructuur ervoor niet hebben. Ze hebben dat alles. Is gewoon, die bevolking wil niet luisteren. Als een samenleving niet wil luisteren, dan mag je hebben wat je wil. Je mag alles hebben, maar je gaat het niet kunnen controleren. Kijk, een land als Nederland, een land die we allemaal kennen wat er daar momenteel gebeurt. Want we hebben veel familie en vrienden daar zo. We hebben allemaal een familie en of een of ander vriend of een vriendin daar. Dat is cultureel, historisch zo, zijn we verbonden met elkaar. Maar laten we kijken naar het groot Nederland. Dan zie je dat ze het niet kunnen controleren. Het ligt niet aan die regering. Het ligt omdat die bevolking niet wil luisteren. Kijk naar België, kijk naar Frankrijk. Kijk naar Spanje, kijk naar Italië. Men praat niet meer van een tweede golf, men praat zelf van een derde golf nu. Dus wij moeten wel voor onszelf toch een beetje trots zijn, en dat mogen we zijn, en dat mag jij zijn, dat we het niet slecht doen. Dus qua discipline, ten aanzien van COVID-dekking en COVID-bestrijding, zijn we toch wel een beetje veel beter dan die gasten. Hè? Dus laten we het cool houden. Laten we het goed houden. We zien grote uitspattingen in landen als in Amerika. Daar maakt men gebruik van hun recht tot vrijheid. Recht tot vrijheid. Ja, de vraag is, waar beperk je die vrijheid om te overleven? Het spat uit. De beelden liggen er niet om. De cijfers spreken, boekdelen. We zien India. India kan het niet controleren. Maar je moet ook weten, deze landen hebben gigantische grote bevolkingsgroepen, hè. Populatie om het uit te doen. India heeft te pakken 1,2, 1,3 miljard mensen. Hoe controle je in godsnaam dat? Weet je waarover we praten? 1,3 miljard. We hebben maar 500.000 mensen. Tot 550 tegenwoordig. Dat is niet eens een dorp. Is niet eens een dorp in India, bij wijze van spreken. Dus maar, daar hebben ze 1,2. En dat is een mensentaak voor een land aan India om het te controleren. Kijk naar Brazilië. Het is ook een 200 miljoen bevolking. Daar praat je over. Ze kunnen het niet controleren. Kijk naar Rusland. Het zijn landen met grote populaties. Maar er zijn ook landen met minder mensen, met veel faciliteiten, maar ook zij kunnen het niet. Het ligt aan die samenleving. Het ligt aan die samenleving. Wat armere landen aangaat, als ze het niet kunnen controleren, ligt het aan verschillende factoren.
meerdere factoren dan de populatie alleen. Het ligt ook aan de factoren van de middelen die ze hebben. Met ook aan het belangrijkste voor dit ding is, we moeten ons aan die regels houden. India heeft een probleem. Kijk, India, vele mensen in minder goede gebieden in India, want India heeft gebieden waar men echt achtergesteld is. Neem een deelstuk als Bihar, bij wijze van spreken. Het is een achtergesteld gebied ten opzichte van Bombay. Bombay die we allemaal kennen van Bollywood en de Financial Center of India. Dan zie je ook dat door die enorme armoede daar, in die gebieden, die mensen ook geen huizen hebben. Je moet niet denken dat iedereen in India een huis heeft. Ze hebben geen huizen. Een paar miljoen mensen in India hebben geen onderdak. Dus wanneer Modi tegen die mensen zegt, en bij de eerste aanzet zei hij dat, jullie moeten in je huis blijven. Ja, een paar miljoen mensen vroegen zich af, ja, maar waar is mijn huis? Ze hebben geen huis. Velen slapen in kartonnen dozen. Ze slapen in letterlijk, als je de beelden ziet, schrik je er ook van. Mensen die werken, die slapen niet in een huis. Ze slapen als een taxichauffeur en ze slapen letterlijk in die auto. Mensen die een riksja rijden, die slapen in die riksja. Dus een paar miljoen mensen, die hebben geen huizen. Vooral de mensen die uit die arme steden komen en trekken naar de betere steden waar ze een baan kunnen vinden. Dus miljoenen mensen van die arme deelstreken zijn bij wijze van spreken getrokken naar Mumbai, omdat er werk daar voor hun is. En daar hebben ze geen huizen. Dus voor die landen zijn het enorme uitdagingen. Dan een land als Amerika. Die Amerikanen zijn gewoon een klein beetje verwend. Ze zijn gewoon een beetje verwend. Het is het land dat alles kan, zeggen ze, en het land dat alles mag. Dus daar is het gewoon gebrek aan discipline. Daar zit het verschil min of meer in. We zien de uitspattingen zoals ik je zei. We zien grote uitspattingen in Rusland, Spanje, Frankrijk, Engeland, Italië, Duitsland. Ook Nederland staat op de lijst. Dat zijn allemaal van die gigantische grote uitspattingen. In totaal zijn er pakweg meer dan 7 miljoen uitspattingen. 246.000 doden tot nu toe in Europa. En dit zijn geen arme landen. Dit zijn geen arme landen dat je kan zeggen van ze hebben er middelen niet voor. Dit is Rashid Pierkans Kalaj. Ook al goedenavond. Welkom. U bent de eerste beller voor vandaag. Ja, bent u er nog? Oké, dat is even niet gelukt. Dus gaan we straks even weer proberen. We liggen aan de vooravond van 45 jaar onafhankelijkheid. Dat moet u niet vergeten. 25 november 1975. Straks 25 november 2020 is het 45 jaar. En dan moet u wel even terugblikken voor uzelf. Hebben we onze doelen wel bereikt in die 45 jaar? Hebben we wat we wensten bereikt? Waar hebben andere landen die min of meer in dezelfde fase ook onafhankelijk zijn geworden, wat hebben zij relatief beter gedaan dan ons als we kijken dat die landen toch nog gegroeid zijn. Sommige zijn top 10 landen geworden, anderen zijn redelijk goed gegroeid. Zijn we tevreden? Wat hebben we minder goed gedaan? Of wat denkt u dat we ook goed hebben gedaan? En daarvoor kunt u uw mening ook wel geven. U bent er weer. Goedenavond. Ja, goedenavond, meneer Farid Pirkan. Goedenavond. Ik wil het volgende reageren. Zoals u weet en allen weten, dat de tsunami zit in een economische en financiële situatie. Maar wat ik heb gemerkt, dat ondanks dat er komen er heel wat luxe producten in de supermarkten, waar zoals rijst, melk, kipdelen en dergelijke, terwijl die producten tsunami produceert. En als de regering maatregelen treft, dan kunnen we de dollar besparen, ja, om die rente te betalen. Ja. En tot nu toe heb ik van minister van LCC nog niets gehoord of vernomen dat wat zijn die plannen van hem. Want ik zie op de rekken van de supermarkt, dat er komt de bananen en bakoeven sap. Dus ik denk kan beperkt worden, ja, om onze dollars, ja, te besparen.
En rijst komt vanuit Brazilië, terwijl wij zelf verbouwen rijst. Ja? Melk komt vanuit het buitenland, terwijl wij zelf hebben melk. Dus zo kan ik doorgaan. Ja? En als dingen worden geïmporteerd die wij produceren, dan maken wij onze productie kapot. In plaats van dat de regering moet die productie gaan stimuleren. Ja? Moet een boost geven. Ja? Maar we blijven importeren. Ja? En als we gaan, als er geen verandering hierin komt, dan gaan we mee blijven importeren en blijven maar uitgeven. Dan op deze manier, meneer Farid, gaat Suriname dan nooit vooruit komen. Dat was mijn bijdrage. Dank u. De opmerking is over het algemeen van waarom zouden we producten moeten toelaten terwijl we eigen productie hebben. Je zou het in balans moeten brengen eigenlijk om precies te weten, en die cijfers zijn bekend, hoogwaarts zijn wel bekend, van wat produceren we in welke volume en is de import daarvoor nodig. Kijk wat CARICOM aangaat, want we zijn lid van CARICOM, dat moet u niet vergeten, daarvoor hebben we een verdrag voor getekend. En je ontkomt niet aan het verdrag waarbij we ons hebben gecommitteerd aan het verdrag dat wij CARICOM producten niet mogen uitsluiten. Vandaar dat u op de schappen, op de supermarktschappen, gaat u veel producten van de CARICOM zien. U gaat voornamelijk veel producten vanuit Trinidad en Tobago zien. Gaat u onder andere zien. U gaat ook producten van Jamaica zien. We mogen volgens de agreement, mogen we de importen van producten uit die landen niet stopzetten. Dat hebben we afgesproken in een verdrag. Het verdrag zegt ook tegelijkertijd dat wij als land ook naar hun land mogen exporteren. Dat zegt het verdrag. Maar het probleem is, wij produceren niet genoeg om die concurrentie in voornamelijk onder andere Consumer Brands Products aan te gaan met onder andere voornamelijk Trinidad. En Consumer Brands producten zijn soft, zijn chips, zijn toiletpapier, dit soort achtige producten. Het probleem is, wij kunnen die competition niet aangaan met die landen. Maar wij mogen ook exporteren naar die landen. Het is mij wel bekend dat onder andere CIC wel haar C-producten op de schappen heeft in CARICOM. In welke hoeveelheden is mij niet bekend, maar dat doen ze wel. Dus het ligt niet aan het feit dat zij met hun producten hier komen. Het ligt erom dat wij niks hebben. Wij hebben niets. Dat kippenverhaal is een eindeloos verhaal. Je zou het kunnen zeggen van ja, ga dat stopzetten, maar de vraag is, onze eigen kippenbedrijven kunnen niet voldoende voorzien aan de markt. Kunnen niet voldoende voorzien. Wanneer je voldoende kan voorzien aan de markt, ja, dan is de import niet noodzakelijk. En die import van kip kan ik me heel erg goed herinneren. Heel erg goed. Het begon met de kerstkip van Henk Aron. Henk Aron was vicepresident of vicepremier. En het ging tegen de periode van kerst aan. En een gegeven moment in die periode zou er een schaarste zijn aan kipproducten. En de politiek kwam toen tot het besluit van of de manoja meti, de manoja kerst, de manoja zo'n kippen bouwt, dan hebben we een probleem. Dus toen werd het politiek besluit genomen en die kippen staan bekend als de kerstkippen van Aron. En toen werd het politiek besluit genomen, laten wij import toestaan om die gap in te vullen. Om die gap in te vullen. En toen werden die kerstkippen ingevoerd. Maar wat er toen is gebeurd, de business community heeft gezien, there is money to make. Dus het is nooit meer gestopt. Het is sindsdien nooit meer gestopt. Dus het is oorspronkelijk daar begonnen. Maar we moeten ook kijken dat de kippenprijs, of whatever we doen, dat het ook wel binnen een bepaalde range blijft, dat het haalbaar wordt. Neem aan bijvoorbeeld Trinidad en Tobago. Trinidad. En Trinidad importeert bijna geen kip. Alles doen ze zelf. Ze zijn breed groot in kip. Maar wij moeten onze industrie, onze lokale industrie daarom stimuleren. We moeten ze stimuleren, zeg ik. Dat ze groter kunnen worden. We moeten ze stimuleren. Jongens, word groter. We moeten niet jaloers zijn als een bedrijf groter wordt, omdat een bedrijf werkt. We moeten blij zijn. Want als een bedrijf groter wordt, gaan ze meer mensen werkgelegenheid geven. Dus dat moeten we altijd blijven stimuleren. Goedenavond, u bent in de uitzending. Ja, goedenavond. Ja, goedenavond. Meneer Piergaan, ik heb geprobeerd u te bereiken maandag. Het is niet gelukt.
Ik heb iets op Facebook gezien, dat was zondagavond. Onze president is India te water gelegd. Heeft iemand daarover contact gemaakt? Niet. Op een heel grote schil en een foto's van onze president. Ten einde van Nauwrateren werd hij in de Ganges, werden zijn foto's via een grote hijskraan te water gelegd. Het was ontzettend mooi om te zien. Ik weet niet als u zoiets hebt gezien. Het is heel even verschenen op Facebook. Ik dacht zondagavond. Het was eind van de Nauwrateren. Brengt men af van de rivieren. En er waren heel veel mensen met foto's ook van onze president. Oké. Okay. Ik vond het heel geweldig. Oké, dankjewel. Ik heb het ook even waargenomen. Dat is een initiatief van mensen geweest ergens in India. En ze hebben gemeend dat te moeten doen. En dat is hun vrijheid om te doen. En dat heeft die meneer waargenomen. Ik heb het ook waargenomen. Maar het is de vrijheid van iedere burger om op zijn manier, zijn of haar manier, iemand te eren op een andere manier. En dat is de vrijheid van iedere burger. En dat is ergens gebeurd in India. Ik heb die beelden even in een flits gezien. Maar ik heb er ook geen punt van gemaakt. Want als we naar al deze zaken gaan kijken, dan zou je van alles een punt van moeten gaan maken. Maar het is de vrijheid van iedereen om binnen zijn religieuze overtuiging te doen wat die wil. Dit is Rashid Pirkans Kala Jorkal. Die meneer had het ook over rijstimport. Er wordt ook rijst geïmporteerd inderdaad. Maar dat is ook de vrijheid. Omdat we hebben gekozen. We hebben gekozen voor de vrije markt, free market. Daarvoor hebben we gekozen. We zijn lid van WTO, dat is de World Trade Organization. We hebben daar agreements getekend waaraan we ons ook moeten houden. Het probleem dat we hebben is dat in het verleden en in een bepaalde tijdspan van de geschiedenis wij zoveel overeenkomsten hebben getekend, waaraan je als land verplicht bent te houden, dat we op dat moment niet hebben kunnen bevroeden en vooruit kunnen zien van zijn we niet haastig geweest om te tekenen met bepaalde zaken. Zijn we niet te haastig geweest om al die dingen te tekenen. En nu zit je ermee. Je komt niet uit een verdrag zomaar. Hè. Je huppelt er niet zomaar verdrag. Oké, dan stop dat ding. Het heeft internationale consequenties voor je land. Maar qua rijst, ja, goed, als een rijst wordt geïmporteerd, De burger heeft een vrije keus. De burger gaat altijd kiezen voor de beste kwaliteit en de beste prijs. Dus dat is de vrijheid van de burger ook. En als die meneer zegt, ja, je moet het aan banden gaan leggen. Dat kan. Waarom niet? Een regering kan besluiten om quotas vast te stellen. Dat kan. Dus je gaat hem niet stoppen. Je gaat het niet stoppen, want dan kom je tegen de verdragen in. Maar je kan wel quotas voor instellen, met andere woorden, geef maar een voorbeeld, als wij 100.000 ton consumeren, ja, en er is een gap van 1.000 ton, dan zit je een quota van dat er nog maar 1.000 ton in mag komen om het verschil te dekken, Dus die limieten kan je wel stellen. Die limieten kan een regering wel stellen. Net als groenteproducten, mensen zeggen vaak, ja, ik zie groente uit het buitenland, je kan het ook niet stoppen. Je kan importeren, we hebben die verdragen getekend. Als u dat begrijpt. In goede tijden hebben we niet geklaagd. Hè? Maar wanneer we zien dat het minder goed gaat, dan zeggen we plotseling, hé, we willen alles stoppen. En ik sprak er vanmorgen nog met iemand erover. Dat als iemand het in zijn hoofd haalt, wat niet moet gebeuren, en een Dakota vliegtuig laat overvliegen iedere dag van Santo Domingo, dan kan ik je wel garanderen dat onze lokale markt problemen heeft. Ik kan het je zeker garanderen. Want het productieniveau in die landen is zo hoog en zo goedkoop dat je eigenlijk niet kan competen met die markten. En Santo Domingo is niet ver. Een Dakota vliegtuig vind je ergens in de woestijn. Je vult hem met cargo in. Je landt hem iedere dag 5 uur in de ochtend. Hij is 7 uur letterlijk op de schappen. En dat komt door die vrije markt. En het gaat een keer komen dat iemand dit in zijn hoofd gaat halen. Iemand gaat het in zijn hoofd halen. Maar waar ligt de name of the game? De name of the game is, wij moeten
kunnen concurreren met die grote wereld. Want we zeggen toch altijd, we zijn deel van die grote wereld. Maar het probleem is, we zijn te kleinschalig. We doen het goed, we doen het leuk. En ik respecteer die mensen die het doen. Ik waardeer vooral landbouwers, waardeer ik breed wat ze doen. Want een landbouwer kent geen vrije dagen. Hij kent geen zondagen. Hij kent geen nationale feestdagen. Die kennen ze niet. Dus ik waardeer ze verschrikkelijk. Maar ze moeten nu, en dat zeggen mensen allang, het is geen verhaal van nu, het is gewoon een herhaling van het verhaal. Je moet het grootschalig doen, wil je praten van ik ga exporteren. Je kan geen twee dozen karela exporteren, dan zeg je ik ben een exportland. Is leuk, houd dat vast. Ik praat niet vervelend. Is goed voor het bedrijf dat het doet. Maar dat bedrijf moet een keer kunnen zeggen, nee, ik wil niet 2000 krijlen exporteren. Ik wil 200.000 exporteren. Dan pas ga je geld zien. Omdat landbouwproducten is een centenproduct. Is een centenproduct. Dus wanneer mensen zeggen, ja, we moeten exporteren. Laat ze eerst een keer met een landbouwer praten. En die kan jou best wel een beter beeld geven. U bent in de uitzending, goedenavond. Goedenavond, meneer Bierkaan. Hoe gaat het met u? Goed, dank u wel. Ja, ik wil het vandaag hebben over twee dingetjes. Dat is de opvoeding en over het ministerie van Onderwijs. Afgelopen week is er een heel veel te doen geweest op, noem maar op, social media of whatever. En heel wat bedreigingen hier en daar geuit. Maar frappant was dat het alleen maar jonge mannen waren, hè? En deze jonge mannen zijn ook wel 10 jaar terug wel jongens geweest. En wat van deze jongens dan gebeurd is, wat eruit gekomen is, hebben we dus afgelopen week echt moeten ervaren. En dan zeg ik, er is ergens iets misgegaan in de opvoeding. En voor de opvoeding zijn twee belangrijke factoren, de ouders en, het is niet of, en de leerkracht. Zie daar, meneer Bierkaan, waar de leerkrachten hun assertiviteit moesten tonen. Hè? Dat onze jongens weerbaar worden. Zie daar, meneer Bierkaan, waar de leerkrachten de belangen van onze jongens moeten behartigen, dat ze ook weerbaar worden. Deze woorden zijn heel veel in de publiciteit verschenen. Maar goed, tot daaraan toe wil ik het dus vandaag wat de opvoeding betreft daarbij laten. En dan wil ik nu gaan naar het ministerie van Onderwijs. U had het eer wel eens een keertje gehad van over organogrammen, hè? Nou, het ministerie van Onderwijs heeft ook zo'n mooie organogram. Te beginnen bij de minister, daaronder directeur, onderdirecteur in de verticale vorm. Maar dan heb je weer horizontaal bij de directeur, dan heb je de juridische afdeling, inspectie, planning en ontwikkeling en ga zo maar door naar beneden. Meneer Pierkaan, misschien is het 10,5 jaar zo geweest, maar als er problemen zijn op scholen, weet ik dat, ik weet het van heel dichtbij, dat deze zaken binnen kamers worden opgelost. De bond komt pas en dan ook pas aan bod wanneer men helemaal niet tevreden is met de oplossing. Of het niet naar bevrediging van de persoon is opgelost. Hè, dan gaat zo iemand dan wel stappen naar de bond. En de bond op zijn of haar beurt stap dan weer naar de minister of naar de directeur van onderwijs om te vragen van hé, zo lang, zo breed, hoe kan het wel, hoe kan het niet. Maar dat je dan twee leerkrachten of directeuren of scholen zo wereldkundig gaat bespreken, meneer Pierkaan, dat zijn wij, dat is niet netjes. Als je zo een leerkracht in de media brengt, hè, en eigenlijk moet ik niet zeggen media, want er is maar één medium die daar geroepen wordt om het allemaal op te nemen, heb ik gemerkt. Er komt echt geen media daaraan te pas. En zo'n leerkracht komt in beeld. En gestel, meneer Pierkaan, laten we een stelling poneren dat zo'n leerkracht daadwerkelijk gemuteerd wordt. Hè, naar bevrediging.
iedereen kent je. Iedereen gaat zeggen van, oh mijn grens, was deze leerkracht niet op de televisie? Was zij niet zo'n probleemgevallen? Kom, wat komt ze bij ons op school doen? Kinderen gaan ook een beetje neerkijken op je. Ik bedoel, ouders gaan ook kijken van, mijn god, wat doet zo'n leerkracht op deze school? Niet goed. Als we het gewend zijn geweest 10,5 jaar dit te doen, moeten wij nu ervan afstappen. En meer nog, meneer Pierkan, we hebben nu een minister. De minister was afgelopen week in quarantaine. Dat wil zeggen dat de minister nog niet aware was van de al zodanige problems en oplossingen. Wees een beetje beschaafd. We hebben een beschaafdheidscultuur. Er is een bepaalde norm binnen het onderwijs. Wij, de leerkrachten, moeten dat dragen. Waarden, normen, respect, geduld. Wij moeten dat etaleren. Wij moeten dat ventileren. Dan kan je daar niet opgeschreven zitten met iemand die dan nog zo vechtlustig wordt. Ik wil de naam niet noemen, maar zo komt het naar buiten. Ik vond het helemaal niet netjes, niet mooi. Als we 10,5 jaar dat gewend waren te doen, moeten we nu ervan afstappen en zaken op een hele tactische, nette manier proberen op te lossen. We hebben nu een minister van Onderwijs. Je ziet zelf, deze minister praat heel erg rustig, beheerst. Dan moet de andere partij zich ook daaraan, ook een beetje wennen aan dit nieuw systeem. En niet zo opwinderig en vechtlustig naar buiten komen. Nou, ik hoop dat u me begrepen hebt. Ik heb u begrepen. En bedankt. Oké, okay, jij ook. En tot de volgende keer. Ja, dankjewel. Wat de toon van praten aangaat, daarover wil ik het dan gaan hebben, is dat we de afgelopen 10 jaren op het departement van onderwijs mensen hebben gehad in leidinggevende functie die toch vrij op een beledigende en agressieve toon hun mening gingen uiten op het gebied van onderwijs. En wat deze mevrouw zegt, is dat we toch af moeten stappen van die toon dat we gekend hebben 10 jaar geleden. Letterlijk werden er vanuit de topleidingen, ik zou niet zeggen allemaal, maar wel een paar zijn bekend bij u, mensen op een zeer denigrerende manier bejegend en zelf beledigd. Dus we moeten inderdaad, het is een changeover die we gaan moeten doen, maar het gaat ook weer een poos duren, omdat als je gewend bent met een bepaalde cultuurpatroon, ja, dan mag ik je wel zeggen, dat lukt ook weer niet morgenochtend. Wat van mevrouw Levens gezegd kan worden, ze is beheerst en ze kent haar werk. Mevrouw Marie Levens kent haar werk. Ze heeft voorheen jarenlang op het ministerie van Onderwijs gezeten. Ze is daarna ook minister van Buitenlandse Zaken geweest. Daarna heeft ze gewerkt bij de OAS heeft ze gewerkt. En ze was in principe al geparkeerd. Maar ze hebben er gevraagd om, hey, kom het departement even nog een keer weer voor ons bekijken. Dus ik denk wel dat mevrouw Levens haar taak kent. Maar het gaat ook wel even een tijd duren voordat mevrouw Levens met haar mensen om haar heen, dat ze de structuren weer op place hebben die zij wenst en hoe zij het wenst te zien. En dan kan je wel structuren op een mooie organogram hebben, maar die mensen gaan ook leren moeten werken binnen die structuren en ook hun cultuur moeten aanpassen binnen die structuren. En dat duurt niet, dat gebeurt ook weer niet morgenochtend. U bent in de uitzending. Goedenavond, meneer. Goedenavond. Gaat u gang, u moet praten. Meneer Pirikan, ik wil alleen maar 1 vraag stellen. Als een beliefheid, als een broeder. Wanneer gaat de pompgemaal van Wageningen 100% gedraaid worden? Want er zit nu weer dezelfde persoon die zegt dat hij is de mechaniek van die pomp. En toen had de heer Moms gezegd dat die man niet van lepel niet en een kruiwagen niet. En vandaag doet hij weer als een hoofdmonteur daar weer. Oké, okay. Dan begrijp ik het verhaal snel. Dank u wel. Ten aanzien van pompgemaal, waar we zo iedere keer over praten in Ikeri, vanuit Ikeri, want het is belangrijk voor de watertoevoer. Het is belangrijk. Vandaar dat mensen vanuit Ikeri het altijd accentueren. U hoort waarschijnlijk in Paramaribo, als u steeds hoort over die pompgemaal en die wakai-pompen, etc., zult u denken, waarom hebben ze het steeds weer over? Een van de primaire redenen, het is een belangrijke factor in die rijstindustrie van Ikeri.
Ik moet even gaan natrekken wat er aan de hand is. Wat de stand van zaken is. En ook even kijken wat met die India pompen is gebeurd. Want India had via een credit line hebben ze ons pompen geschonken. Het is mij niet bekend of die pompen al geïnstalleerd zijn geworden. En of ze operationeel zijn. Wat bekend was als laatst dat ze ergens lagen in die kerie. Maar of er sprake is geweest van installaties, mij niet bekend. Het is een credit line van India. Wat betekent, het is een lening. Het ja, is een leuke Engelse benaming. Hè? Credit is niks anders dan een lening, is karja. Het is geld dat we hebben geleend van India. Maar dat India jou leent op een zachte rente, maar dan op een langer termijn. Op een langer termijn. Dus het is ook geen gratis geld. Het is ook geen gratis geld. Dit is Rashid Pirkans Kala Jorkal. We doen het live vanuit Paramaribo, Suriname. NVB, ons nationaal vervoersbedrijf, die gaat per 1 november haar bustarieven ook aanpassen. Gemiddeld betaalt een burger 1 SRD en 10 cent om in een NVB-bus te gaan zitten. Nu zal dat gemiddeld zijn 2 SRD 50. En dat gebeurt per 1 november. Ondanks dat blijven de NVB-bussen relatief toch altijd veel goedkoper dan de particuliere bussen. Dus vanmorgen had ik het ook weer met een groep van mensen erover. Ik zeg, er zijn alternatieven. En de burger, wat hij zich kan permitteren, moet altijd goedkoopste alternatief kiezen om zich te kunnen transporteren. Wie zegt, ik wil gebruik maken van de PLO, particuliere lijnbusorganisatie, want die hebben andere tarieven, dan moet je dat betalen. Maar die overheid heeft ook een goedkoper tarief voor je in wat bekend is als de NVB-bussen. Dus ik zeg, de burger moet zijn eigen keus maken. Die burger kan niet zeggen, er is geen alternatief voor een goedkopere bustransport. Waar men vaak complaint en klaagt, is dat die bussen niet geregeld rijden en vaak genoeg niet op tijd rijden. Dat is een kwaal van de NVB, begrijp ik. En daar hebben burgers moeite mee. Burgers hebben geen moeite met het tarief als zodanig. Dus mensen moeten kiezen voor NVB-bussen. Als je de tarieven van de PLO niet kan betalen, spring een NVB-bus toch? Die brengt je ook wel overal. Het verschil daarentegen is alleen dat die bussen van de PLO vaak allemaal zijn hippe bussen. Hip in die zin van er is pokoe, er is muziek erin, er is gezelligheid in die bus. Nou, als je een hippe bus bent, wel, dat mag, dan moet je ook een hippe prijs voor gaan betalen. Rashid Pirkans Kala Jorkal, we doen het live vanuit Paramaribo, Suriname. Deze regering, begrijp ik, dat ze een vuilverbrandingsoven gaan plaatsen. Maar het mooie ervan is, en dat ben ik content, heel content, die overheid gaat het niet zelf doen. De regering moet geen zaken doen die ze niet kunnen beheersen en beheren. Dus wat ik begrijp, er komt een vuilverbrandingsoven, waar is mij nog niet bekend, maar ze gaan daarvoor een TOR uitschrijven, wat niets anders betekent dat ze een openbare inschrijving gaan houden om particulieren te interesseren om te zeggen binnen een bepaald kader, mag jij als particulier het gaan bouwen en jij mag het beheren. Met andere woorden, wat je verdient is van jou. Jij zet je geld erin en als je winst maakt is het van jou. En dat is een goede uitgangspunt. De overheid moet niet meer alles proberen te doen. Laat het voor mensen over die zeggen ik ben geïnteresseerd en ik wil het gaan beheren binnen de regelgeving en de kader die die overheid vaststelt. Want als die overheid het gaat doen, dan ga je weer hoofdpijn krijgen. Dat ding gaat kapot gaan. Er gaan geen onderdelen zijn. We gaan het weer moeten subsidiëren. Allerlei hoofdpijn. We gaan 20.000 directeuren moeten benoemen en 2 arbeiders. We gaan 20.000 RVC moeten benoemen die we betalen en er komt geen benefit eruit. Dus het is een goede uitgangspunt. Laat derden het doen die geïnteresseerd zijn. Maar binnen de regelgeving. En zo komt er ook een veerboot. Paramaribo Meerzorg. En dat is een heel goed advies die gegeven is geworden. En ik hoef niet te zeggen van waar. Oké. Laat particulieren het doen. We hebben gezien dat de overheid in jaren de sms-veerverbinding heeft onderhouden. In goede tijden hebben we, in andere tijden hebben we het gedaan met een bepaalde nostalgie. Het heeft zijn glans gehad. Verder hebben we daarna gezien dat het was een achterhaalde zaak.
SMS kan zichzelf niet eens meer bedruipen. Ze weten geen raad wat ze met die Marataka 2 moeten doen. Eerst zou het verkocht worden, dan weer niet verkocht worden. Dan zegt iemand, het is verrot, het is roest, het is oud ijzer. En dan hoor je, het is geen oud ijzer, want ik hoor, die boot is nog goed intact. Dat hoor ik van iemand die boot wel kent. Dus een rommel binnen die staat. Dus wanneer je die veerboot gaat doen, laat anderen het doen. Maak weer een tor, terms of reference, binnen een bepaald kader. Doe een openbare inschrijving, nationaal en internationaal. Want je moet buitenlandse maatschappijen ook laten participeren. En laat ze dat ding zelf gaan doen. Laat ze zelf dat ding gaan bouwen. Laat ze zelf hun geld gaan verdienen. En laat ze zelf die onderhoud en alles op zich nemen. Die overheid moet dat gedonder niet meer doen. Dank u wel. U bent in de uitzending. Meneer Pirkan, het initiatief van een verbrandingsoven door als ondernemer te exploiteren is fantastisch. Maar we hebben het, de geschiedenis van, we betalen onze rekeningen niet. Hoe gaan we garanderen dat die man zijn geld blijft krijgen? Maar dat heb ik u gezegd, er moet bepaald, binnen een bepaald kader. Ik heb u alleen het idee gegeven en daar bouw je een kader eromheen. En dit zijn punten die in bepaald kader moeten komen. Maar ik heb u alleen het idee gegeven, want u bent nu in de bootjes en de moertjes. Ik ben niet in die bootjes en die moertjes. Ik ben met het idee. Begrijp? Maar zonder bootjes, moertjes werken niet. Nee, maar die bootjes en moertjes, dat heb ik u gezegd, gaan in die terms of reference komen. Begrijp je? Is net als een aanbesteding. En in die aanbesteding, daar zitten die bootjes en die moertjes in. En die moet nog komen, want die is mij ook niet bekend. Het is een aanbesteding. Oké, dus eigenlijk hebt u geen antwoord. Nee, ik heb geen antwoord. U moet wachten op die aanbesteding. Dan pas ga ik reageren. Want ik ken het ook niet. Oké. Toch? Oké. Prima, dank u wel. Dus het idee, het gaat om het idee. En je hebt een idee en dan ga je hem bouwen. Dus we moeten niet a priori zeggen, dat gaan we niet kunnen betalen. Nee, laat het idee vorm krijgen. En laten we dat gaan uitvoeren. En in het idee, daar gaan die clausules inkomen. Onder welke voorwaarden? Hoe gaat de vuilophaal geschieden? Hoe gaat de inning geschieden? Hoe gaat die verbranding geschieden? Ga je door die verbranding ga je nog gebruiken om energie op te wekken? Want je kan energie met vuil vormen. Dus al deze dingen moeten erin komen en besproken. Maar het gaat om het idee. Oké, u begrijpt. En vuilverbrandingsovens zijn geen rocket science in de wereld. Oké? Zijn geen rocket science. Er zijn mensen die het plug-and-play systemen kunnen opzetten. Maar waar deze meneer zich direct zorgen begint te maken, uiteraard, we betalen niet. Ik begrijp dat stukje. Maar het is het idee. En dat is bij die veerverbinding. Ik heb je een idee gezegd wat gaat komen. Maar als je me nou gaat vragen, is het een boot die gaat komen met 20 auto's? Is het een boot met dat? Nee, dat is het idee. En binnen het idee gaat die overheid met zijn technische mensen een kader vormen. Kaderbeheerssysteem vormen. En we moeten dingen niet meer zelf gaan doen. Geloof me. We moeten het niet meer zelf gaan doen. Als particulieren het kunnen doen in een beheerstructuur tegen een goede prijs, want daar moet er ook een controlemechanisme voor zijn. Let third party do the job. Hè? Laat derden het gaan doen. Wat ik ook begrijp is dat de overheid, u weet, tijdens de vorige regering is er een wet aangenomen van een energieautoriteit die de beheerstructuur gaat krijgen, of ze hebben het al binnen die wetgeving, dat alles dat te maken heeft met energie onder een vorm van een authority komt. Dus whoever, dat in dat systeem betekent het niks anders dat iedereen energie mag gaan opwekken, maar het gaat via de regelgeving van die authority mogen. Dus die wetgeving was al gemaakt, maar er is geen invulling gegeven en uitwerking ervan. En ik begrijp dat ze dat nu gaan invullen en ze gaan het uitwerken. En dat moet ook gebeuren, maar het gaat ook weer niet morgenochtend gebeuren. Een belangrijke oorzaak van vele van deze zaken, moet je zien, is dat we niet genoeg capaciteitsmensen voor hebben om dit alles te kunnen doen. Want
We hebben 1, we hebben 2, maar dat is in principe 0 voor een land. Je zou 200, 300 mensen moeten hebben in denken. Dus het product en denkcapaciteit op bepaalde niveau, dat is ook heel erg schaars. Ook heel erg schaars. U bent in de uitzending, goedenavond. Ja, goedenavond meneer Pierkan. Ja. Ik spreek met mevrouw Alice. Mevrouw? Ik wilde graag uw mening horen over die arbeiders in Apura, hè? Die zijn verwijderd door de politie. Dat vind ik wel erg. In welk verband, mevrouw? Die arbeiders van het Chinese bedrijf Greenheart. Ah, op zo'n manier. Ze zijn verwijderd omdat ze hun salarissen opeisen. Ja, ik begrijp het. Is dat terecht dat ze verwijderd zijn door de politie? Oké, ik begrijp u wel. Ik heb een deel van die operatie van Greenheart niet helemaal gevolgd, maar wat ik begrijp, dat de vakorganisatie een kort geding heeft gewonnen, waarbij het bedrijf verplicht is gesteld om te voldoen aan het vonnis. Het bedrijf voldoet echter niet aan het vonnis tot nu toe, waardoor de arbeiders heel ongerust zijn geworden. Ik moet even een stukje volgen waar ze verwijderd zijn. Maar als ze verwijderd zijn, hou me even dat ten goede, dan zijn ze mogelijk op het terrein. En wat zegt de regelgeving? Je mag ontevreden zijn, dat mag, is je goed recht, maar je mag het terrein van een particulier niet bezetten om jouw actie. Dus als hoogwaarschijnlijk de mensen verwijderd zijn, dat moet ik even goed natrekken, dan waren ze op het terrein van een particuliere organisatie en daarvoor is de politie hoogwaarschijnlijk ingezet. Je mag altijd je protest uitvoeren, altijd vanwege je eigen recht, maar dan voor de poort en niet binnen in die poort. Dus hoogwaarschijnlijk is dat gebeurd. Maar belangrijk in deze en in het verhaal is dat het heel ongewenst is dat die onderneming Greenheart een rechtelijke vonnis naar zich neerlegt. Dat is het probleem voorlopig. En ik ga even mijn verdiepen erin en daar kom ik er zaterdag wel op terug. Want Greenheart is een beursgenoteerde bedrijf, houtonderneming in Hongkong. Ze zijn beursgenoteerd. Dus laat me even gaan verdiepen en daar kom ik er zaterdag wel op terug. Dit is Rashid Pierkan Skal Ajorkal. Ik ben straks weer terug met meer. Ik ga even eruit voor een commercial break. Dames en heren luisteraars, welkom terug tot gisteren, vandaag en morgen. Rashid Pierkan Skal Ajorkal. Dit is de aflevering voor woensdag 28 oktober 2020. Mijn naam is Farid Pierkan en ik presenteer u Skal Ajorkal. We hebben de telefoonlijnen weer voor u opengegooid. En het is 532037. President Santokhi heeft daarnet in een persconferentie meegedeeld dat SLM gewoon een disaster is. En dat heb ik u al eerder ook al gezegd. Ze hebben 100 miljoen Amerikaanse dollar schuld. 100 miljoen Amerikaanse dollar heeft de SLM schuld. Dat bedrijf is gewoon stuurloos. En dan hebben ze nog een probleem met die Boeing 777... die nog niet de lucht in kan. Er is ook een probleem bij CASAS. CASAS is de autoriteit die voor die certificering van die Boeing moet zorg dragen. Er is al een hele poos een geschil tussen SLM en CASA's, waardoor die Boeing 777 niet gecertificeerd kan worden en niet de lucht in kan. Terwijl u wel moet weten dat zolang die Boeing op de grond staat, want het is geen Surinaams eigendom, hè? Hou dat vast, want wij maken geen vliegtuigen. Het is een gehuurde kist en je betaalt huur, vlieg je of vlieg je niet. Het zijn leasekosten die je ervoor betaalt. Wat hij ook heeft gezegd, dat de leiding van CASA's wordt vervangen. Vooralsnog neemt Brian D'Souza de waarneming voorlopig over van CASA's. Dus dat is de stand. Want SLM is een eindeloos verhaal. Dan niet het goed personeel, hè. Dat moet je begrijpen, want er zijn heel vriendelijke mensen. Maar hun management skills, hun capaciteit aan de top, dat laat veel te wensen over. Als het aan mij ligt,
maar het ligt niet aan mij. Hou dat vast. Ik huur een buitenlandse manager in. Ik zet geen local boy, omdat je een keer op de cargo-afdeling hebt gewerkt, bij wijze van spreken. En je hebt 25 jaar daar gewerkt, dus ik heb recht een keer om directeur te worden. Of ik was een keer station manager, ergens in, whatever. Dus ik heb recht. Nee, huur een deskundige, desnoods uit het buitenland in, om deze onderneming te draaien. Het gaat je kosten. Het gaat je kosten. Maar dan weet je zeker ook wat je gaat krijgen. We hebben het al die jaren geprobeerd, let's be serious. Met onze lokale mensen, met alle goede bedoelingen. Met alle leuke verhalen eromheen, we hebben nooit winst gemaakt. Waarom zouden we het verhaal nog een keer moeten doen? Je had die luchtvaartmaatschappij van Trinidad, dat heette BWI, British West Indian Airline. En op een gegeven moment ging het zo slecht met BWI, dat ze het noemden British Worst Indian Airline. British Worst Indian Airline. En het was de luchtvaartmaatschappij was van Trinidad en Tobago. Het was ook voor die tijd de grootste luchtvaartmaatschappij in onze regio. Dat bedrijf draaide totaal als een disaster. Ze hebben die onderneming een overhaalbeurt gegeven. Een overhaalbeurt. Ze hebben buitenlandse experts ingezet in die onderneming. En ze hebben daarvan Caribbean Airline gemaakt. Wat BWI vroeger was, in de 60s, 70s en de early 80s, is later Caribbean Airline geworden. Maar wat hebben ze gedaan? Slim denken. Ze hebben andere mensen die in die luchtvaartindustrie zijn, want die luchtvaartindustrie is een multi-billion organization, gezocht, geïdentificeerd tegen een prijs die ze kunnen betalen, want dat gaat je kosten. En ze hebben het overal gegeven en ze hebben daarvan Caribbean Airlines van gemaakt, die vandaag aan de dag bij u bekend is. Dus we moeten een keer anders gaan denken. Want die verhalen zijn leuke mensen hoor, vergis je niet. Vergis je gewoon even niet. Zeg je onaardige mensen. Maar als je 50 jaar het verhaal hetzelfde hebt gedaan, en je 50 jaar hetzelfde resultaat uitgehaald, waarom zou ik hetzelfde nog een keer moeten doen? Het verhaal gaat zich weer herhalen. Ik wil niet vervelend doen, maar als je begrijpt wat ik bedoel. Prima. Dus wat heeft president Santokki nog gezegd? Hij sprak ook over dat er 2 veerboten komen voor de verbinding Paramaribo-Meerzorg. Ik moet even horen of hij uitdrukkelijk heeft gezegd dat het third-party agreements gaan worden. Want dat had hij me wel gezegd. Dus, maar er komen 2 veerboten. Wat ik begrijp, dat er een roll-off, roll-on system moet komen. Dat betekent je rijdt erin en je rijdt eruit. Je rijdt erin, je rijdt eruit. Vroeger onze veerboten, de Marataka 1 en de Marataka 2. Dan moest je achteruit keren, neem go parkeren. Een totale demonstratie of je veerboot zelf voor je auto in de juiste positie had. Dus er komen 2. Dat heeft hij bekendgemaakt. Ook zegt hij, het is een disaster bij SBB. Stichting Surinaamse Bosbeheer en Toezicht is er een disaster daar zo. In de zin van, we verdienen niet genoeg, maar er gaat wel hout weg. Dus iets is niet goed. We verdienen niet genoeg, de cijfers kloppen niet, maar dat hout gaat wel weg. Dus wat hij daarnet ook heeft gezegd, we moeten veel meer rond hout achterhouden voor ons eigen lokale industrie. Want al het hout gaat weg. Al dat hout gaat weg. En er moet een betere controle komen. Uiteraard kennen we al deze verhalen al. We hebben het vaker gehoord, weliswaar niet van Santokki, van andere autoriteiten in het recente verleden. De vraagstelling gaat nu zijn, kan je het uitvoeren wat je zegt? Dat gaat die vraagstelling zijn. Kan je uitvoeren wat je zegt? Want dat is the name of the game. You can do the talk, maar kan je het uitvoeren? Dus we hopen dat dat gaat lukken, maar dan moet je weer mensen voor hebben. Hè? Je gaat weer mensen voor moeten hebben. Wat ik ook niet begrijp, maar één RVC-organisatie heeft dat gezegd. Maar één heeft het gezegd. De RVC-leden van de SLM, die benoemd zijn geworden door deze nieuwe regering, hebben direct vastgesteld dat SLM een total disaster is. Ik heb het u vaker gezegd in deze uitzending. Maar tegelijkertijd hebben die RVC-leden gezegd, en dat is goed. En zo moet het ook. Dat bedrijf draait verlies
Wij gaan voorlopig voor de komende 6 maanden onbezoldigd werken. Dat hebben die RVC-leden van SLM gezegd. Maar ik heb het van geen enkele andere RVC-leden gehoord. Alle parastatale bedrijven van dit land, eentje dat nog redelijk goed draait, maar ook enorm veel schulden heeft, staatsolie, allemaal draaien op verlies. Allemaal. Iedere keer hoor je krokodillentranen. Zo krokodillentranen met Karasan. We draaien niet goed, is inefficiënt, er is corruptie, er is malversatie. Is het nou parastataal of is het nou een staatsonderneming? Zo krokodillentranen. Maar die RVC-leden worden wel betaald. En die president zegt, we zitten in een financiële crisis. Ik heb een 9 maanden plan of een 12 maanden plan om die crisis te beheersen. Maar 1 RVC-organisatie heeft het gezegd tot nu toe. We gaan onbezoldigd werken voor 6 maanden. Tenminste hebben ze iets gezegd. Zijn we nou blij ermee? Moest het 1 jaar worden of 12 of 13? Dat maakt even niet uit. Ze hebben een gebaar gemaakt. En dat geeft je toch wel een beetje spirit, toch? Nou, welke andere RVC? Allemaal bankroet. In feite moet je ze allemaal op de veiling gooien, wegwezen. Als je een beetje ruw wil zijn, wat we natuurlijk niet zijn, maar je begrijpt wat ik bedoel. Maar alleen SLM, RVC heeft dat gezegd. Dus ik ben benieuwd wie gaat volgen. Moni, nee, Mickey. En je werkt voor het land. Je weet dat het groter doel is. Maar dan was aan draai bakka. Awo je e draai. Dan je kies wat moni bakka. Ano, moeilijk. Maar tenminste stel je een voorbeeld naar die werknemers toe. En naar die directie toe. Van kijk, ik zeg jou iedere keer dat die toko van jou niet draait. Maar ik begin bij mezelf. Ik begin bij mezelf, ik begin niet bij jou. Ik begin bij mij die het zielig verhaal voor je brengt. Want de RVC heeft je rapportitori toch? Jullie werken niet goed, jullie zijn inefficiënt, jullie zijn een waterhoofd, jullie deugen niet. Ik weet niet welke termen ze gebruiken, maar dit zijn mijn bewoordingen, houd dat vast. Maar jullie moeten bezuinigen, jullie moeten minder verdienen. Allerlei standaard heertjesdeel 1 verhalen, maar niemand zegt, weet je, we gaan bij onszelf eerst beginnen. SLM-RVC heeft dat wel gezegd. Dus laten we die mannen die grani ook geven, die grani moeten krijgen. Dus ik ben benieuwd wie de volgende in de rij gaat zijn. Ik ben benieuwd. Suma ode in rij. Toch? Want hier die we kregen. Crisis, Lazard, Hazard, Oppenheimer, we deden in na film. Wees een voorbeeld. Mensen gaan jou volgen alleen als je een voorbeeld bent. Maar goed, dit is Rashid Pirkan Skala Jorkal. Ik heb begrepen, Albert Ramdien is weer terug en hij is met het Lazard-verhaal gekomen. Ik heb het verslag van het Lazard-verhaal nog niet gehad. Dus op het moment dat ik het krijg, dan hoort u dat ook van mij. Hij heeft in een persconferentie net gezegd, ik weet niet wat er is gezegd. Maar dat zult u ook horen. By the way, Lazard is geen disco club, hè. Is geen disco club. Het is geen hangout club waar je kan gaan chillen, Isabi. Lazard is een diehard onderhandelingscompanie die we gaan moeten betalen. Brada, of je huurt de man. Die is dus mijn waaier, hè. En mijn actieren, mi. Om en wat pai. Want mijn luka money. De matak of ino luka money, ino mandraya woyo. If you no look at money, you no look at cash, you no mandra ya woyo. Dus mijn heren, om mijn wapai. Want we gaan ook een advocatenbureau inhuren, want het moet in dat systeem, hè? Houd dat wel vast. Maar ik wil ook weten, hoeveel dubbeltjes gaan ze krijgen, hè? U bent in de uitzending, goedenavond. Ja, goedenavond meneer Pirkan. Ik wil het even hebben. Er is crisis in het land, financiële crisis, toch? We kunnen die rente van Oppenheimer niet betalen. Maar ik heb gehoord dat meneer Kerpelani deze lening heeft gesloten voor Suriname en dat hij 10% commissie heeft gekregen. Dat is 55 miljoen. Is dat geen uitbuiting van het Surinaamse volk? Want er is een financiële crisis toch in het land? Eigenlijk zou hij het bedrag moeten terugstorten, zodat we eigenlijk 2 renteaflossingen zouden kunnen doen en
op betere tijden misschien het geld terugkrijgen van de regering. En ten aanzien van de ding van SLM, het zou niet beter zijn dat iedereen eigenlijk bij zo'n parasitaal bedrijf eigenlijk in SRD wordt uitbetaald in plaats van dollars. Want nu zie je wat er eigenlijk gebeurd is. Er is een unificatiekoers van 14 punt zoveel en ze kregen 7 punt zoveel eerst. En ze kunnen, naar mijn mening, kunnen ze niet 100% aanpassing krijgen. Het is veel te veel. En ik wil graag uw mening hierover, over die twee onderwerpen. Oké, dank u wel. Vooralsnog is mij niet bekend, want ik ga niet in op, ik heb gehoord van iemand die het van iemand heeft gehoord en die heeft het weer van iemand gehoord. En uiteindelijk van die gehoord die het had gehoord, heeft gehoord, was er zelf niet bij. Het is mij niet bekend of meneer Kirplani geld heeft verdiend. Wat wel bekend is, dat hij een bemiddelende rol tussen de regering van Suriname en Oppenheimer heeft gediend. Dus hij was een schakel in dat systeem. De mensen die het groot geld hebben verdiend, is Oppenheimer zelf. Oppenheimer is een broker, hè. Oppenheimer heeft zelf geen geld. Oppenheimer is een broker die geld voor jou gaat zoeken. En wanneer hij dat geld heeft gevonden, dan gaat hij zeggen, volgens een afspraak die je met hem hebt, gaat hij zeggen, als ik dat geld voor jou vind, is mijn finders fee, zo je wilt brokers fee, zoveel procent van mij. Dus die grote hap is sowieso bij Oppenheimer gegaan. En als die schakel in between, wat je kan noemen de connection man, iets heeft ontvangen, dat is mij vooralsnog niet bekend. Maar het was wel bekend dat de persoon, wiens naam u hebt genoemd, dat die persoon wel het initiatief en de begeleiding voor heeft gezorgd naar de Oppenheimer Groep toe, voor de regering. Want die bekendmaking heeft destijds president Bouterse toen zelf gedaan in de Nationale Assemblee. Maar er is nergens gezegd of er ergens een fee voor is betaald. Dat is nergens gezegd, dus ik ga ook daarover niet gissen. Maar ik weet wel hoe het systeem bij grote onderhandelingen plaatsvindt. Maar hoeveel er betaald is of niet betaald is, die dingen zijn mij niet bekend. Die groothap is wel naar Oppenheimer gegaan, sowieso. Sowieso, want die zijn brokers. Die hebben connection op de wereldmarkt. Daarom ga je bezig. Je gaat bezig omdat jij die connectie niet hebt. Je kan hier op de markt, gaan we hier 500 miljoen vinden? Weet je wat ik bedoel? Dus die mensen zijn dan gegaan. En ze kennen hun connectie op de internationale kapitaalmarkt. En daar ga je geen kleine bankier voor sturen, hoor. Geloof me. Die wereld is ingewikkeld. Je gaat mij ook niet sturen. Je kan mij wel sturen als ik een connectie heb. Dan kan ik het begeleiden. Begrijp je wat ik bedoel? Oké. Dus dan ga je deze grote boys. En deze mannen zijn, ze zijn bekend en ze kennen de wereldmarkt. Dus ze schrijven een obligatie uit. Een obligatie. Dan gaan mensen zeggen, hey, er is een obligatie. Hoeveel ga ik krijgen? En dan hebben ze gezegd 9,25%. Die mensen die overschot hebben in de wereld, en vaak genoeg zijn de bondhouders, de obligatiehouders, zijn niet bekend. Er staat niet erop geschreven, oh, deze aandeel is van Farid Pirkan, jepikaye. Nee, is niet bekend, want je koopt het via brokers. Dus die mannen zijn niet bekend. Uiteindelijk zeggen ze, hey, 9,25, dat is reet veel. Want de wereld geeft je 0,0 rente. Je krijgt zelf negatieve rente tegenwoordig. Je moet nog geluk hebben als je in Zimbabwe 2% vindt. Maar ja, dat is een paria staat hoog waarschijnlijk. En daar wil je niet gaan. Weet je wel. Dus dan zeggen die mensen, ik doe mee. En daar tegenover is er collateral. Dat noemen ze dekking. Want dan ga je me geld geven. Maar wat is die dekking? Want de mannen lauw. Je rekent hem al lauw. De mannen lauw. Geen enkele beleid. Jij zou het ook niet doen. Verplaats jezelf in een beleggerssituatie en verplaats jezelf niet in een emotionele sfeer. Ilin wa ma money, iotega ma brara, sa yo pot lek dekking. Toch? Da kada ma tak ai, lin mi wa onde dusu, ma me pota os of mi lek dekking, dus je wil een dekking hebben. Dus de staat Suriname heeft dekking gegeven. Dat noemen ze collateral gegeven. Dus zo werkt het. Zo werkt het. En die grote brokers is sowieso naar Oppenheimer gegaan. Sowieso naar Oppenheimer. De vraag is alleen hoeveel hebben ze gehad. Dat is mij even niet bekend. Misschien ga ik dat ook proberen te achterhalen. Want je hebt ook recht om te weten wat die gasten hebben verdiend. En dat ze hebben verdiend is niet slecht.
Want je hebt die deal gemaakt, hè? Het is niet slecht. Want jij hebt die deal gemaakt. Ze hebben je niet gedwongen om die overeenkomst te tekenen. En die overeenkomst is in die vorige regering getekend, maar het is namens de staat Suriname getekend. Punt uit, ze waren de regering. Mensen hebben gewaarschuwd in dit land om niet te doen. Ook toen ze die tweede 125 miljoen zijn gaan lenen, omdat we die dam moesten hebben. Maar die 125 miljoen die ze hebben gehad en geleend, was om Suralco achterstallige schulden te betalen. Want Suralco zei, ga je die dam niet geven, want je hebt nog een open rekening bij me staan. We hadden gewaarschuwd ervoor. Alama Mikibari. Maar Ube Huppel. Dit is de consequentie. Dit is een zware consequentie. U bent in de uitzending. Goedenavond. Goedenavond, meneer Pierkhan. Ja, ja. Ja, ik ben een beetje laat, maar toch heb ik de kans gekregen om een vraagje te doen. Het gaat omtrent de basiszorg. Die pasjes. En, ik heb van mijn dochter was al vervallen en ik ben gaan verlengen. En ik heb maar voor een week gekregen. 31-10-2020. En nog bij een schoolgaande kind. Dus ik heb ze gevraagd van waarom een week? Ze zeggen ja, dat een... Dat eind oktober moeten ze geven en daarna moeten we naar media volgen en de nieuwsberichten luisteren. En dan moeten we komen voor aanvraag, pas als we wat hebben gehoord. Ja, ik heb het ook gehoord. Oké, okay, dus, ik begrijp het. Het is een hele vervelend ding hoor, wat ze nu doen, vooral voor kinderen. Ja, ik begrijp het. Maar goed, ik ga je straks antwoord geven. Er is een uitgebreid artikel vandaag hierover in Dagblad Suriname. En geloof me, ik heb het zelf nog niet gelezen. Ik heb het wel gezien, maar ik heb het nog niet gelezen. Zager, heb je die krant van vandaag voor mij hier? Ja, dus ik denk als ik het had gelezen, dan had ik u alles kunnen vertellen. Maar alles staat in het artikel van vandaag. Want ik had begrepen dat die kaarten 31 oktober gaan vervallen. En iedereen mag zich uiteraard zorgen wat daarna. Wat daarna. En dat zijn die zorgen onder andere van deze vrouw. Ik heb die krant hier ergens op tafel hoor. Weet je? Ja, maar laat me even zien waar het is. Ja. Dus misschien kunt u het artikel gaan lezen. Dan denk ik dat u daar ook meer informatie voor gaat krijgen. Maar ik moet het ook zelf nog lezen. U moet me geloven, die krant wordt geschreven, maar ik schreef die krant niet. En ik moet zelf even nog gaan lezen. Wat is dat ding? Ah ja, kijk. Hoofdpijndossier, dat ding is als kop. Hoofdpijndossier, basokaart voor instanties, maar vooral voor houders. Het is op pagina 4 vandaag, een hele pagina. Een hele pagina over baso. Dus het is goed als je het ook zo gaat lezen. Dan ben je ook geïnformeerd. Ik moet het ook zelf nog lezen hoor. Dus zaterdag kom ik er wel even op terug. Soms heb ik niet zoveel tijd om alles te lezen. Weet je wat, ik heb ook andere dingen te doen, maar je begrijpt wat ik bedoel. Je bent in de uitzending, goeiedag. Goedenavond. Ja. Er is een vraag gesteld door een van de bellers. Waarom de mensen van SLM niet in SRD betaald worden. Hopelijk of waarschijnlijk bent u dat even vergeten om... daarop te reageren. Oké. En daarop aansluitend wil ik ook zeggen waarom alle bedrijven, Surinaamse parastatale bedrijven, waar ben men in valuta wordt uitbetaald, om één lijn door te trekken dat iedereen in SRD wordt betaald. Correct. Dank u wel. Dank u wel. Dank u wel. Kijk, die meneer had het eerder gezegd. Ik ken de reden niet, maar ik weet wel dat binnen onderhandelingen van vakorganisaties, en dat heeft hoogwaarschijnlijk de bond van de SLM kunnen bewerkstelligen in betere tijden, houd dat vast, in betere tijden, dat ze binnen die onderhandelingen hebben kunnen bewerkstelligen van dat ze hun lonen indexeren. Dat noemen ze loonindexatie. Dat betekent, met andere woorden, de loon is gekoppeld aan een dollarfactor. Ze hebben dat kunnen bewerkstelligen in good times binnen dat systeem. En toen stoorde het nog niemand, omdat wanneer een bedrijf draait, dan stoort het niemand. Maar het gaat beginnen te storen, niet in het bedrijf, maar naar burgers toe, nu, toch? Dat, waarom? Waarom? Maar dat zijn onderhandelingen die ze destijds hebben gedaan. Ik weet niet in welk jaartal dat is, maar het is in een bepaalde fase gebeurd. En dat zijn rechten die ze eruit hebben geclaimd.
uit de besprekingen, uit de onderhandelingen. De vraagstelling, en by the way, SPB heeft het ook hoor, Stichting Bosbeheer, whatever, hoe heet dat ding? Stichting Bosbeheer, die heeft het ook. Die hebben ook een dollar arrangement. Zij hebben nog een groter probleem dan de SLM, nog een groter probleem. Bij hun hebben ze een arrangement toen gemaakt op 3,35 en toen die koers ging naar 7,25 hebben ze die aanpassing nooit gehad. Dus zij huppelen nog op 3,35. Nog erger bij hun. Dus de SLM'ers zeggen, hé, Parado, we hebben een overeenkomst. Kom je afspraak na en we moeten mee huppelen met 14. De vraagstelling nu in deze is de vakbond aannemelijk binnen de directie, zover er nog het sprake is van een directie, om te zeggen, hey jongens, we moeten een nieuwe agreement maken. Of we moeten een nieuwe agreement maken. Maar wat die opmerking die u maakte, dat binnen overheidsorganisaties inderdaad het vastgesteld moet worden in één lijn, dat is ook mijn mening, dat iedereen een SRD betaald moet worden. We moeten het niet indexeren. Want dat hebben ze wel gedaan in goede tijden. In goede tijden hebben we zoveel dingen gedaan. Niemand ging opletten. Money bende, utrowe money. No, man, let op. Toch? In good times, we don't cry. In bad times, we cry. And now we all are crying. Je bent in de uitzending. Goedenavond. Ja, meneer Farid Birhan, goedenavond. Ja, goedenavond. Ik wil ook reageren met betrekking van SLM. Gaat uw gang. Mensen reageren naar de SLM toe om te zeggen dat die mensen SRD moeten verdienen. Misschien weet men niet, maar ze verdienen in SRD. Het is wel gedollariseerd, is gedollar... maar ze verdienen in SRD. Ja, maar het is geïndexeerd, dat zeg ik. Is geïndexeerd, ja. Dat klopt. Dus wat we zeggen, men indexatie. Moet niet zomaar wat uitkraaien. Nee, omdat... nee, wat men zegt, de indexatie moet weg. Nee, men moet dat niet direct nu gaan zeggen. Dat is al jaren verzekerd, meneer Weyland Derby. Maar daarover was in heb ik leven. Ik heb u gezegd, dat heb ik gezegd, het is getekend in goede tijden. Ja, ik begrijp u. Maar wat ik ook wil aangeven, in die goede tijden, als de overheid ook vast zat, namen ze ook geld daar om, of wat te lenen om hun zaken ook te realiseren. Nu dat SLM zo is, dan wil men nu een negatief SLM in een kwaad daglicht plaatsen. Men moet niet zo doen. Men moet niet zo denken en reageren. Men is vergeten dat de overheid vaak ook bij die parasitale bedrijven, als ze vastzitten, ze gaan ook geld lenen. En dat is van die indexering. Het is al jaren zo. Men moet niet afgunstig zijn met bedrijven, parasitale. Het is staatsolie is ook zo. IM Gold is ook zo. Waarom praat men niet over IM Gold en staatsolie? Waarom speciaal niet voor SLM? Waarom? He? Men moet even een beetje goed nadenken, maar je moet niet direct afgunstig zijn. Ja, ze verdienen dingen, valuta. De mensen krijgen SRD, ja. En parastataal bedrijf en overheid, het zijn twee verschillende bedrijven. SLM, ze werken daar. Parastataal bedrijf, staatsolie, ze werken keihard daar. Maar de overheid, ik zie mensen daar zelf, buren, die even naar het werk gaan, ze komen weer naar huis. Men moet dat goed onthouden in hun mind. Men moet dat niet gaan een vergelijking maken. Ja, ik ben bij de overheid, ik verdien SRD, dus staatsolie moet ook SRD. Nee. Als het zo geïndexeerd is, het is al jaren zo, jaren. Men moet niet nu beginnen te zeggen, ja, ze moeten SRD dingen krijgen. Ze verdienen wel SRD, maar die tegenwaarde. Oké, we hebben u begrepen. Dank u wel. En uw vergelijk met I Am Gold gaat mank. Uw mening ten SLM, dat is uw eigen correcte mening. I Am Gold gaat mank en Newmont, want dat zijn foreign companies. Foreign companies maken hun eigen besluiten. Dus daar is een wezenlijk verschil in. Maar wat ik al eerder zei, deze arrangementen zijn gemaakt in goede tijden. Zijn in andere tijden en het zijn arrangementen van de vakorganisatie gemaakt. En dat claimt men als ze zijn verworven rechten. Dus de vraagstelling is, binnen de agreement kan je aan verworven rechten komen. Dat is het. Dus het is een andere tijden gemaakt. Dat heb ik ook gezegd. Dus, maar wat I Am Gold gaan, is a foreign company. A foreign company may decide whatever he wants to do. Okay? En parastatale bedrijven, of je nou stichtingen wil gaan noemen, of hoe je ze wil gaan noemen, het zijn government-owned companies. Government-owned companies, where the government is 100% shareholder. En dan mag je dat kindje noemen hoe je wil.
U bent in de uitzending. Goedenavond. Ja, goedenavond, Farid. Farid, het hoeft geen betoog dat de horecasector zware tijden meemaakt. Maar de president heeft dus bij zijn laatste briefing gezegd, dus afgelopen zondag dacht ik, dat de horecazaken eigenlijk van die een airco-ruimte hebben, besloten moeten blijven en alleen voor to-go hun klanten accommoderen. En eventueel als ze een terrasje hebben, dan mag dat ook. Maar er zijn heel wat klanten die graag in de airconditioning willen zitten, maar helaas kan dat niet. Maar mijn vraag is, waarom worden de casino's wel opengesteld, waar hetzelfde systeem gehanteerd wordt? Men gaat in een airconditioned ruimte, men eet, men drinkt. Bij een roulette tafel kan je onmogelijk, praktisch onmogelijk, anderhalve meter afstand houden van elkaar. Als er een aantal mensen aan een roulette tafel zijn, moet je kijken wat er gebeurt. Dus die social distancing, ja, daar is er bijna geen sprake van. Wij horeca mensen hebben heel veel moeten inleveren. We leveren nog steeds heel veel in. Maar ik zeg, recht voor je, recht voor alle. Als je de casino's overgooit, nou, dan moet je, kom desnoods met een protocol voor restauranten. Van meneer, je restaurant is zo groot, het is airconditioned, je mag maximaal 10 mensen hebben. Dan heb je tenminste nog een business binnen. Maar nu, als je alleen voor afval en bezorgen, en als je nog geen terras hebt, dan mag dat ook niet, begrijp je? Dan word je dubbel getackeld, kan je zeggen. Natuurlijk, met de goede meningen die ze hebben daarover. Maar prima. Nogmaals, recht voor hier, recht voor Allah, dus moeten ze de kassie niet sluiten. Ik begrijp u. Ja, dankjewel, Farid. Dankjewel, dankjewel. Ja, dankjewel, u ook hoor. Ik heb deze stelling ook gehoord van andere mensen in de horecasector die mij ook hebben gesproken. Ik zal het aan minister Amar Ramadien vragen waar het verschil in zit. Dus deze opmerking van u wil ik aan hem vragen waar zit het verschil in. Dus hij kan hoogwaarschijnlijk dan een antwoord op geven. Want de vaststelling is correct. Gesloten ruimte, airconditioning, als je het nou wil noemen casino, wie het nou gaan noemen, whatever. Maar het gaat om een principe en een basisuitgangspunt. Daar gaat het in principe om. Dus ik zal hem vragen. Ik denk dat ik zaterdag een antwoord voor u heb. Waar zit het verschil in? En dan gaat het niet zozeer om casino's. Het gaat om het toelaten binnen een gesloten ruimte met airconditioning. Goedenavond, u bent in de uitzending. Dankjewel, Farid. Goedenavond. Ja, goedenavond. De SLM schijnt een hot item te zijn voor vele mensen in Suriname. Men vergeet één ding, dat wij een carrier hebben die ons haast iedereen heeft een keer gevlogen met de SLM, die naar zijn vakantiebestemming is gegaan. We hebben hele goede tijden gekend. We zitten nu in een positie waar we een COVID-epidemie hebben gehad, die de SLM ook een beetje de das om heeft gedaan. Dat weten we allemaal. Het is geen nieuws. Het is geen nieuwigheid, toch? Dat weet jij zelf ook. Maar ik vraag me één ding af. De 10 jaren die verstreken zijn, heeft men een beleid gevoerd daar op politiek niveau. Het was geen directieniveau. Een directie werd daar geplaatst met een politieke achtergrond. Want wat de president tegen die directeur zei, dat moest gedaan worden. Of er stonden de 300 passagiers op de airport en de president moest die avond weg, dan stonden de passagiers op de airport te wachten. Dat weten we ook allemaal. Dus wanneer we die dingen van de SLM bekritiseren, moeten we ook de achtergronden naar voren halen. We moeten niet denken, het is altijd een politiek bedrijf geweest. Het is altijd een bedrijf geweest die door de SPA is gerund. Dat weten we ook. Meneer Derby is daar jarenlang bondsvoorzitter geweest. En die heeft gezorgd dat het personeel van de SLM hun salaris werd gedollariseerd. Daar heeft hij voor gestreden toen, in al die jaren.
En dat is ook geaccepteerd. Het waren glorietijden. Maar dat wil niet zeggen dat daar we nu alweer door mismanagement, dat het personeel daarvoor moet aanspreken. Het is niet het personeel die daar schuldig aan is. Het is die mismanagement. Het zijn die directeuren die de politiek daar geplaatst is. Laten we eentje noemen, een goede directeur. Kijk, we laten een directeur gaan die nog geen jaar daar zit. Waarom haal je die man weg? Kom met een duidelijk beleid en kom me vertellen waarom haal ik die man weg. Die man is niet politiek geleerd, die man heeft ervaring, die man is 7 jaar bij de KLM gewerkt. En meneer Lakshmi Singh, die ook in Amsterdam heeft gezeten, die heeft het bedrijf ook omhoog gebracht. Maar over die dingen praat men. Zodra het politiek geleerd, je gaat daar een iemand zetten die uit de politiek komt, die geen kennis heeft van zaken, dan gaat het bedrijf kapot. Kijk, ik geef je een voorbeeld. Meneer Henshuizen heeft daar gezeten. Was ook politiek. Maar wat wist hij van vliegtuigen? Wat wist hij van vliegverkeer? Niks. Hij koopt een vliegtuig. Je kan zeggen, het is net wanneer je naar Kirpelani gaat. Je gaat een auto kopen daar op die rek. Zo is hij dat vliegtuig ook gaan kopen. Want hij had geen kennis ervan. Dus wanneer men de SLM bekritiseert, moet men met duidelijke dingen. Men moet niet zomaar kakelen en zeggen, ja dit, ja dat. En alle overheidsbedrijven, zowel Telensuur, EBS, SWM, ze hebben allemaal hun voordelen. Het toneel heeft een voordeel. Dat is een contract die is gesloten tussen de bond en de directie. En de directie heeft toestemming van de RVC gehad om dat te bekrachtigen. Dus wanneer men met argumenten komt, moet men met goede argumenten komen. Het bedrijf is nou in zware weer, dat weten we. Maar men moet die 10 jaren gaan kijken wat er is gebeurd die 10 jaren, waardoor het bedrijf in nog zwaarder weer is gekomen. Omdat het bedrijf dat geld moest afstaan aan de regering. Dat is het probleem. En men wilde zo ver gaan dat men zelfs gelden wilde komen van de pensioenen. Maar dat is toen tegengehouden. Toch? Daarom is men niet aan die gelden van de, omdat het personeel erop stond. Ja? De gepensioneerden die zijn ook in opstand gekomen. Want anders had men dat hele... Al dat geld van die pensioenen ook gebruikt. Maar goed, ik zal een andere de gelegenheid geven. Bedankt voor de tijd. Ja, dank u wel. Sorry hoor, maar dank u wel voor de informatie. Surinaamse bedrijven, heten ze nou stichtingen of heten ze nou parastatale, je mag het kindje gaan noemen hoe je wil, zijn allemaal state-owned companies. De government is shareholder, 100% shareholder. En de government is de bevolking. De government is niet een toevallige regering. Het is de bevolking. Dat overheden in de tijd van de geschiedenis, in verschillende tijden van de geschiedenis, leuke dingen hebben gedaan, maar er zijn ook governments geweest die minder leuke dingen hebben gedaan. We weten dat er een tijdspan is geweest, de afgelopen jaren, 10 jaar, dat ze bedrijven totaal hebben uitgehold. In 10 jaren is bekend dat een heleboel bedrijven totaal zijn uitgehold en leeggehaald. Dat moet ook gezegd worden. En dat heeft men gedaan in naam van de bevolking, omdat de bevolking hun mandaat had gegeven. Dus de consequenties binnen bepaalde organisaties, niet specifiek SLM, die consequenties zien we onder andere nu. Wat de luchtvaart aangaat, we weten, de luchtvaartindustrie is worried down. Alle bedrijven gaan bijna over de kop en dat is voornamelijk door grote bedrijven hoor, echte airlines, you know, Lufthansa, Air France, you know, American, Delta, the big boys. Ze saneren allemaal op basis van het feit, niet dat hun operatie niet goed is geweest, het feit dat ze gewoon niet kunnen vliegen. De landen hebben hun luchtruimen gesloten en of al dan niet zeer beperkt gehouden vanwege COVID. En die kisten liggen aan de grond. Een kist mag niet slapen. Een kist moet in principe altijd in de lucht zijn. Altijd in de lucht zijn. Je moet alleen maar op de grond komen, service verlenen, changeover, catering, whatever, whatever. En die kist moet weer weg. Dus die airline company, de hele airline business, over de hele wereld, geen uitzondering, hebben allemaal een probleem mede veroorzaakt door COVID. Door COVID. En SLM heeft 2 problemen. SLM heeft een financieel probleem en een COVID-probleem. Dus ze hebben double problems. U bent in de uitzending. Hallo. Ja. Ja, goedenavond. U spreekt tot Clifton, meneer Pierkan. Goedenavond. Ja, goedenavond, meneer.
Ja, ik zit te kijken naar uw programma, ik luister en ik wil toch even wat kwijt. Ik denk dat we in Suriname echt moeten gaan kijken van als er een probleem is, even goed kijken van wat de oorzaak is. En dan daaraan gaan timmeren, structureel werken. Dus bijvoorbeeld als je in een gebouw loopt, je ziet water op de vloer, dan gaan we niet direct dweilen, maar dan gaan we kijken van waar komt het water vandaan? Komt het van het dak, een gat, dan gaan we daar dichten. Toch? En het financieel probleem in Suriname, daar moeten we gaan kijken van hoe komt het? Want Suriname is een behoorlijk rijk land. Toch? Kijk, bauxiet bijvoorbeeld. Na zoveel jaar is Suralco vertrokken. Er is niks gedaan om het over te nemen. We hebben zoveel goud. Er wordt niet echt geïnvesteerd om de zaak over te nemen. Straks zijn alle multinationals weg en dan komt er nog een groter gat in onze GDP. Bruto nationaal product. Dus ja, we hebben hersenen in dit land. We kunnen nadenken. We kunnen misschien afkijken van hoe het gaat in soortgelijke landen, hoe de ontwikkeling gaat. Want we zijn een verschrikkelijk rijk land. En op verschillende sectoren, transportsector, maar het is heel inefficiënt. En ja, we geven meer uit dan wat we verdienen. In een huishouden bijvoorbeeld, als je meer uitgeeft dan wat je verdient. Of een restaurant, je gaat failliet op een gegeven moment. Dus ik denk dat we echt op een punt zijn nu waar we moeten gaan besluiten als land, als totaal, om anders te gaan. Niet omdat het fout ging, moet het fout blijven gaan. Dat wilde ik even meegeven. Oké, dankjewel. We nemen dat aan ter kennisgeving. Dit is Rashid Pierkans Kalajorkul. Wij hebben als land twee grote problemen. Twee. Een economisch probleem, dat is bekend. Het verhaal is 1000 keer gedraaid voor u. Ik ga toch een keer voor u draaien, een andere keer. En we hebben een COVID-probleem. COVID heeft met zich meegebracht dat het bedrijfsleven, die we altijd zeggen de motor moet zijn van de economie, en toch nog niet altijd echt de motor is geweest, want die overheid blijkt altijd die motor te zijn, is dat die economie van ons hier is in principe tot stilstand gekomen. En vooral de MKB-bedrijven. Ook die grote bedrijven. Daar heb ik het niet zozeer over de multinationals. Goud doet het goed. Die gasten boeren goed. Want ze hebben een andersoortig product. Maar als je kijkt naar de MKB-bedrijven. En zelf de bedrijven die in die branche opereren. Die bedrijven hebben allemaal minder omzet. Een heleboel MKB-bedrijven. Die 3-4 werknemers hadden. Zijn allemaal bijna gesloten. Ga even voor gewoon na. Zonder dat ik het statistieken heb. 100 bedrijven zijn dicht. En 100 MKB. En er werkten 3 mensen erin. Maak het voor het gemak 2. Dan heb je al 200 mensen zijn thuis ergens geparkeerd. Dus dat is COVID. En allemaal hebben een probleem. Ik ga ook niet jokken. Wij hebben ook een probleem. Wij geven voor het gemak. Wij geven aan 170 mensen werk. Oké. En gelukkig kunnen we het nog. Maar we sputteren ook omdat die economie gewoon niet draait. Als de economie niet draait, dan mino draait toe. Tenzij ik go furu. Ik heb het niet over die ondernemingen en bedrijven die substantieel hebben geboerd in een grijs circuit. Daarover praat ik niet. Ik praat over rechtvaardige bedrijven. En daar zijn een heleboel van. Toch? En die bedrijven komen allemaal in zuurstofgebrek. COVID heeft ons zuurstofgebrek gegeven. De economie draait niet. Mensen hebben geen cash. Als mensen geen geld hebben, hebben ze geen geld te spenden. En ook al hebben ze dat geld, als die toko's dicht zijn, kunnen ze dat geld ook niet uitgeven. Dus geld circuleert dan niet. Dus, en dat zien we, diezelfde trend wat wij meemaken in Suriname in economisch verband, zien we in groter verband in alle landen. Dus we zijn geen uitzondering. Wij moeten kijken, die government moet kijken dat die toko, die winkel open blijft. En die winkel meer ruimte krijgen om open te gaan. Meer ruimte, vandaar dat die avondklok nog naar 10 uur is gegaan. Omdat we het goed doen een beetje met COVID, kunnen we die klok een beetje schuiven. Maar we moeten ook een beetje meer decati hebben om de economie open te gooien. We moeten die economie open gooien. Dus, en dat is een uitdaging. Wanneer doe je dat en wanneer doe je dat niet? Daar kunnen andere mensen die statistische cijfers hebben ook betere uitspraak over doen. Gooi je te snel open? Is het risico voor een COVID-explosie? Doe je hem langzaam over? Dus dat moeten die mensen uitberekenen. Kijk wat met Nederland gebeurt, toch? We hebben toch oorlog Nederland, toch? Kijk wat daar gebeurt. Total disaster. Ook economisch, hè? Ook economisch. Maar ze hebben relatief meer veerkracht, omdat ze een robuuste economie hebben. Nederland is een triple E-country.
En wij zijn laatst gedegradeerd naar C. Met nog één stap beneden zijn wij default paria state. Met nog één stap beneden zijn we default paria state. U bent in de uitzending. Goedenavond. Hoi, goedenavond, Paddy. Tot Andro. Hé, hey, Andro. Alles goed? Hoi, rustig. Mooi, mooi, mooi. Hoi, ik laat me voorop stellen, hoor. En, ik heb wat later ingeschakeld. Maar kan ook, maar toen, je dan, toen ik dan begon te luisteren, want ik luister via de radio, hoor. Ah. En ik had één probleem. Mm. Via de radio geef je het nummer niet door, dus ik zat even te... Ik kende het nummer niet, dus ik moest even zoeken. Maar ik heb je altijd geleerd, zet het in je mobiel. Ja, maar dat heb ik nu wel gedaan. Oké. Ai, maar jij nog? Ai, Gitori. Ja. Je had het erover, als we ons doel bereikt hebben met de onafhankelijkheid. Om daarmee te beginnen. Wat was het doel dat we hadden? We hadden geen vooraf opgesteld doel. Wat we wilden met die onafhankelijkheid. Daarom zijn we ook blijven steken in die discussie als we wel of niet onafhankelijk moesten worden. Na 47 jaar zijn we nog bezig met die discussie. En het grootste probleem dat we hebben, trouwens, alle problemen dat we hebben, heeft één bronoorzaak. We werken niet planmatig. We hebben geen plan. We hebben geen vooraf opgesteld plan om te kijken van waar willen we naartoe. En dat is één, met de onafhankelijkheid. Maar als je ook kijkt naar alle andere problemen die we hebben. We hebben nu een financieel probleem. Hoe noem maar los dat probleem op? De regering is komen aanzitten. Maar ze hebben heel wat problemen aangetroffen. Maar er is geen plan hoe we uit dit probleem gaan komen. En soms, nee, laat me dat ook zeggen. Twee keer hebben we dit probleem al gehad. En we zijn eruit gekomen. Zonder een Lazard. Zonder een IMF. Met een nul optie. Maar even. Ik ga je wel even parkeren. In die twee keren hebben we betalingsbalanssteun van Nederland gehad. Hè? Hou dat vast. Oké, okay, je mag doorgaan. Ai. We hebben betalingsbalanssteun gehad. Oké, okay. Okay. Maar waarom? Omdat we konden onderbouwen hoe we dan uit die problemen zouden komen. En wat we zouden doen om niet meer in die problemen te komen. Maar door in dat probleem bakken. Dat wil zeggen dat we dan niet tot de bronoorzaak zijn gekomen om dan ervoor te zorgen dat we die problemen nooit meer zouden krijgen. En die problemen zijn niet ontstaan door het buitenland. Die problemen zijn ontstaan door Surinamers zelf. Dus Surinamers zelf hebben gemaakt dat we in die problemen zijn gekomen. En Surinamers zelf hebben weer gemaakt dat we weer in die problemen zijn gekomen. Dus er is iets structureels verkeerd hier in dit land. Vooral binnen de politiek. Oké, okay, nu hebben we een financieel probleem. Het lijkt onoplosbaar. Maar het is op te lossen. En misschien ligt het aan mij, hoor. Misschien bekijk ik dingen te simplistisch. Maar feit is, je hebt 11 van 30 leningen gesloten. Wij hebben 11 van 30 leningen gesloten. Hallo? Ja, ik ben er nog. Ik ben er nog. Nee, ik hoorde op je toon. Nee, dat ben ik niet. Ga je gang. Wat we moeten doen, al die 11 van 30 leningen die we hebben, moeten we op één hoop gooien, het totaliseren. En als we dat getotaliseerd hebben, dan gaan we naar een bona fide instelling, IMF, IDB, ISDB, of naar een bevriende natie. En dan lenen we daar tegen een zachtere rente dat geld. En eigenlijk is IMF de instelling bij uitstek. Maar als je geen plan hebt, gaat IMF je terugfluiten om een plan te gaan opstellen. Om te kijken van hoe je eruit gaat komen en hoe je dan die lening weer gaat aflossen. Maar als je dat eenmaal gedaan hebt, als je een goed plan hebt, dan ga je zien dat IMF je gewoon helpt. Maar als je geen plan hebt, dan gaan ze je sturen om je huiswerk te gaan maken, ja. En als je zegt van ja, ik kan subsidiëren dit en dat. Dan gaan ze je zeggen van, ik heb money, maar je subsidiëren. Als je gaat klagen dat je te veel ambtenaren hebt en dat een groot deel van je geld naar het ambtenarenapparaat gaat. Gaan ze je zeggen van, dan moet je daar gaan en dan gaan kijken van hoe je dan in elk geval minder gaat uitgeven.
En dan ga je impopulaire maatregelen moeten nemen. Maar je kan, je komt er niet onderuit. Je gaat een goed en gedegen plan moeten hebben. Wie speel je go? En daarom ook als je naar de bevriende natie gaat. Ze gaan je sturen naar IMF. Omdat de Sabitak die gaat dan de vinger aan de pols houden. Nou precies, lijkt Tebo Gwabangi toch? Als je naar de bank gaat en je wil geld lenen. Als je geen plan hebt, gaat de bank je terugfluiten. En dan wat denk je dat je gaat doen? Dan ga je naar een geldschieter. Een geldschieter alleen, ja, maar niet, ja. Maar je gaat dingen als onderpand moeten geven. En wat geven we als onderpand? Onze inkomsten. Maar als je die inkomsten vrij wil hebben, dan moet je een goed plan hebben, waardoor je dat geld kan lenen bijvoorbeeld bij IMF. Maar dan heeft dat direct als gevolg dat die onderpand die je hebt, dat weer vrijkomt. Dus je hebt wel weer je inkomsten. En dan ga je uit die inkomsten nu die lening aflossen, die grote lening die je dan nu gesloten hebt. Oké, Andro. Is dat zo moeilijk? Nee, ga je straks wat vertellen. Maar laat me je bedanken. Ben je er nog? Ja, ik ben er. Oké, ga je bedanken. Wat ik ga afronden, dan ga ik aan het slot wat je over vertellen. Hoor? Oké, we hebben dat gehoord. Dit was onze laatste. Laat me Andro even informeren. Andro, men praat al 2 maanden met organisaties. Als je dat niet weet, dan hoor je het van mij. Oké? Men praat met de IMF. Men praat met World Bank. Men praat met ISDB. ISDB is de vertakking van de OIC. Men praat onder andere ook met Nederland. En men reikt dit verhaal aan elkaar. Het zijn verschillende organisaties. Maar je moet het verhaal met elkaar. En men praat al brada. Misabi. Dus dat verhaal alsof ze niet praten, is niet waar. Maar deze dingen gebeuren geen overnight, omdat je met zoveel data, statistische gegevens, in een onderhandelingsgesprek moet je het verhaal kunnen regen aan elkaar. De World Bank praat met IMF, IMF praat met ISDB, Nederland helpt onder andere bij die ondersteuning in die gesprekken. Dus je moet dit verhaal aan elkaar regen, aan de 3 banen en mekwaan wojo. Isabi toch, als aan een rok of zo, maar dan ben je takkie. IMF is al 2 gesprekken geweest. Ze praten via Zoom. Dat Mika Tegiu. December gaat IMF een definitief, hebben ze een definitief plan rond ongeveer in december. En januari wordt min of meer het besluit genomen. Maar IMF praat niet alleen als een stand-alone with the government. Het is een koppeling met de World Bank, is een koppeling met ISDB, is een koppeling met Caribbean Development Bank. Ze zijn allemaal bij actoren bij elkaar en iemand moet het aan elkaar regelen. En de Maitaki. Wat de uitkomst ervan is, dat moeten we nog gaan horen. Gaan horen. De Maitaki. De Maitaki. Wat het andere ding van Lazard is, want daar heeft IMF ook een vinger in, dat Lazard moet gaan. Lazard is een soort, in Lukudema lekwa een soort bounty hunter. De man dat op Musgotegi Oppenheimer, hier in Obrara. Als dan zei actie de man, je keer de man, als dan een rok of zo. Dus dan was dat een soort vijakar de man die zei. Dat is ook wel mooi ding. En ze hebben het gedaan in Argentinië. En Lazard is niet de enige organisatie. Houd dat ook vast. Er zijn meerdere van dit soort organisaties in de wereld. De vraag is, welke kies je tegen de welke prijs? Ik ken die prijs nog niet. Ik wil die prijs ook wel weten. Hè? Ik sabi toch. Mijn sabi. Dat mijn sab ite. Maar er zijn meerdere. Ben ik gekozen voor Lazard. Dus Lazard gaat dealen met IMF, met andere actoren, om die mannen te zeggen, kijk, dit is die schakel, zo moet je hem uitstellen en zo kunnen we je gaan betalen, want IMF zit ook in het spel, al die gasten zitten in het verhaal. En dan ga je met die obligatie bondholders onderhandelen via Oppenheimer. Bondholders, je gaat onderhandelen via Oppenheimer. Want ino sabde obligatie. Je weet niet eens hoeveel mensen die obligatie hebben. Is 550 miljoen, maar kan dit 2 miljoen sma abi. En die noemt dat kan 2 miljoen man, en ook kan. Dus dat je gewoon maar orga. Dat orga ook tak namens de bondholders, is abi. Dus dat is zo'n moro ingewikkeld. Dat ik ga woeja gim tu bakabana, en ga gim tu aprada, en mijn wasaka dan me gwa osso. Ze zijn bezig. Wat de uitkomst is, daar moeten we allemaal, niet de regering hoor, houd dat vast. Dit volk moet achter die agreement staan. Niet die regering. Want de regering om God teken wat tori. Baka pietje, 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 puk. Dat volk het no, 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 no. Dat ja, wat probleem baka. Dus wanneer die regering klaar is. Met haar plaatsen, met IMF, World Bank, ISDB, call IDB. Ik kan alle de bikong. De regering moest collega plan voor.
dit gaat het worden. Wat denken jullie? Branawa, in elkaar kan ik een plan. Dat valt ook. Wat is dat nou weer? Ja, ja, een probleem dat maar een man ding. Dat betreft die hier niet die door. Dat is nou ik moro. Je begrijpt niet ook. Maar goed, ik denk dat ik u ga groeten voor deze aflevering van Rashid Pierkans Kalajorkel. Ik bedank u voor uw positieve bijdrage bij deze. Laten we blijven communiceren met elkaar. Laten we ook verschillen van mening met elkaar. Dat mag ook, want daaruit leren we. Alleen door het verschillen van meningen leren we elkaar kennis verrijken. Maar uiteindelijk moeten we die meningen toch uit die tunnel kunnen halen samen. Dat moet wel kunnen. Dus ik ga u groeten. Ik bedank u en een fijne voortzetting van deze woensdagavond. En inshallah ben ik er weer zaterdag met een andere aflevering van Rashid Pierkans Kalajorkel. Ram ram, namaskar, huda hafiz, salam alaikum. Dit was Rashid Pierkans van Rashid Pierkans Kalajorkel. Dag.